Ja, beste mensen, een hele goede avond en welkom allemaal in de Bali in Amsterdam. We doen alweer een paar maanden live events, maar het blijft bijzonder om weer mensen in een zaal te zien. Dus ik ben heel erg blij dat jullie er zijn. Maar ik zeg ook welkom tegen de mensen die nu via de livestream meekijken, want ook dat is een mogelijkheid, ook om het later terug te zien. Mijn naam is Jamila Anzi, uw moderator van dienst vanavond. En dat doe ik namens de Bali en namens Ergun, die wederom de handen in één hebben geslagen om een onderwerp op de kaart te zetten, om het erover te hebben. En vanavond gaat het over de pretend studentum. Doen alsof je studeert en daar jarenlang over liegen. Het hebben over resultaten van tentamens die je nooit hebt gemaakt. Het hebben over werkgroepen waar je nooit aan hebt deelgenomen en dat jarenlang en soms tot hele vervelende gevolgen. En het is een lastig onderwerp om exact te zeggen hoeveel pretend studenten er zijn, omdat er zo weinig over wordt gesproken. En dat is een van de doelen van vanavond, om het erover te hebben, om het fenomeen kenbaar te maken en dat het oké is om erover te praten. We gaan naar verschillende ervaringen luisteren van voormalig pretend studenten, maar ook van onderwijsinstellingen en mensen uit het veld, om het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Maar dat gaan we ook met jullie doen, het publiek. Er is op een gegeven moment ook gelegenheid voor interactie. Dus als u vragen heeft, hou die dan even bij u. Ik kom bij u terecht. Maar ik ben wel benieuwd wie er in de zaal zit. Wie is er student? Kijk, dat zijn er aardig wat. En nu denken ze, oh, had ik mijn vinger maar niet opgestoken. Maar wil iemand... Daar zag ik een aantal. Wat studeren jullie? Probeer maar in de microfoon te roepen. Ik studeer Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. Aan de Hogeschool van Amsterdam. En daar zag ik er nog meer, toch? Of zijn jullie van dezelfde studie? Ja, ik studeer voeding en diëtetiek. Voeding en diëtetiek. Hogeschool van Amsterdam. Ook Hogeschool van Amsterdam? Nee? Hier zag ik ook nog een paar vingers, toch? Dankjewel. Student? Ja. Ik studeer organisatiewetenschap aan de VU. Organisatiewetenschappen aan de VU, dus hogeschool, universiteit. Hebben we ook mbo-studenten? Ik weet dat er eentje is, maar ze steekt haar hand niet op. Maar zij is spreker straks. even kijken, wie hebben we nog meer? Mensen uit het onderwijsveld? Ja? Jij twijfelt, waarom twijfel je? En wat doe je op de universiteit? Studentendecaan. Nou, dat is voor deze avond heel erg relevant. En daar zag ik nog een vinger. Ik geef op de middelbare school les. Je geeft op de middelbare school les. En wat voor les geef je? Wiskunde. Oké, dus we hebben ook docenten. Ik ben sinds de pandemie ook weer student. Want ik dacht, ik kan nu nergens heen. Ik kan niet reizen, dus ik kan mijn lesbevoegdheid gaan halen. Dus dat heb ik gedaan, tweede graad. En ik ben doorgegaan met mijn master. Dus ik moet mij morgenochtend ook weer melden in de collegebanken. Maar het is een vrijwillige keuze om weer te gaan, studeren. Wie had er van het fenomeen pretend student gehoord? Nog voor de aankondiging van deze avond. Oh kijk, dat zijn aardig wat handen. En wie kent pretend studenten? Oh wauw. Dat zijn toch aardig wat handen. Eigenlijk iedereen wel. Als je het er eenmaal over hebt en uitlegt wat het is, dan blijkt iedereen wel iemand te kennen. Nou, ontzettend fijn dat jullie er zijn. En jullie worden straks gevraagd voor interactie. Maar we gaan beginnen met ik vind het een bijzondere spreker. Want het is een voormalig pretend student die bereid is gevonden om zijn verhaal met ons te delen. En dat was niet heel erg makkelijk om mensen te vinden die hun verhaal openlijk willen delen. Er is toch nog veel schaamte. Mensen voelen zich er niet comfortabel bij. Dus we zijn heel erg blij met mensen die dat wel bereid zijn te doen. En daarom ga ik er even bij zitten, zodat ik hem heel goed kan voorstellen. Het gaat over Job van Ballegooien. Is nu bestuurssecretaris bij het advocaatkantoor De Brouw Blackstone Westbroek en medeoprichter van Advocaatje Leef Je Nog, een coachingsinitiatief gericht op jonge juridische professionals die zich afvragen of ze op de goede plek zitten en zo nee, hoe ze daar dan wel kunnen komen. Job was echter ook een zogenaamde pretend student die jarenlang deed alsof hij succesvol studeerde, terwijl het tegendeel het geval was. Dankzij een sterk vangnet is hij hier weer uitgekomen met een voltooide studie International Criminal Law aan
Columbia University in New York. Tot gevolg geef hem een warm applaus, Job van Ballengooien. Zondag 31 januari 2010, de dag dat de leugen stopte. Ik weet het nog precies. Een dag zoals alle anderen, ogenschijnlijk. Maar uiteindelijk een dag waarin ik ging slapen in een totaal andere wereld dan waarin ik die ochtend nog was wakker geworden. Wat mij altijd fascineert aan rampen, zoals het instorten van een gebouw of een brug of het neerstorten van een vliegtuig, is dat alles altijd perfect in orde lijkt totdat het misgaat. Totdat de boel in elkaar stort. Op 31 januari 2010 was ik de ramp. En begon het immense bouwwerk van leugens, smoesjes en verzinsels zich voor te bereiden op de totale ineenstorting. Die dag zou de leugen ten einde komen. Mijn moeder had mij een paar weken daarvoor gevraagd om mijn bewijs van inschrijving aan de universiteit. Dat had ze nodig voor een bezwaarschrift. Het verzorgingstehuis waar mijn vader woonde had de eigen bijdrage verhoogd en dat kon zij, met twee studerende kinderen, er echt niet bij hebben. Bij mij was liegen inmiddels net zo natuurlijk als ademen, dus ik had haar bezworen dat ik de documenten toch echt had opgestuurd. Maar dat ze misschien waren kwijtgeraakt in de post? Nee, echt heel gek. Maar ja, je weet hoe slecht mijn handschrift is, dus misschien kon de post het niet lezen. Die dag moest ik het bewijs dan maar zelf meenemen. Samen met mijn moeder en broer zou ik bij mijn vader op bezoek gaan in het verzorgingstehuis en daarna bij mijn moeder eten. Ik hoopte dat ze het zou vergeten. En dat ik dan veilig in de trein naar huis pas een sms'je, het was immers 2010, zou krijgen dat we het stom toch weer waren vergeten. Alles om maar uitstel van executie te krijgen. Alles beter dan de waarheid. Ik heb in die tijd, waarin ik wist dat het einde naderde, zelfs nagedacht over of er misschien een kans zou zijn dat de aarde zou stoppen met draaien en dat daardoor de tijd zou stilkomen te staan. Of, heel rationeel, de mogelijkheid overwogen om er een eind aan te maken. Puur om maar niet de werkelijkheid onder ogen te zien. Je moet je toch ergens aan vastklampen. Terug naar zondag 31 januari. Aanvankelijk leek het goed te gaan. Tijdens het bezoek aan papa had mama er niet naar gevraagd. En ook bij de borrel en bij het eten bleef ik buiten schot. Na de afwas de vraag. Voor we het vergeten, Job, haal even dat inschrijvingsbewijs uit je tas. Paniek. Tuurlijk, mam. Wat nu? Act cool. Elke seconde uitstel die ik kon krijgen, was er één. Ik liep langzaam naar mijn rugzak in de hal. Ik ritste zelfs, volslagen zinloos, het hoofdvak open. Geheel volgens verwachting was het inschrijvingsbewijs in geen velden of wegen te bekennen. De gedachten schoten door mijn hoofd. Kon ik snel nog iets verzinnen? Dat ik het per ongeluk in een andere tas had gedaan en de verkeerde had meegenomen? Dat de universiteit tegenwoordig geen inschrijvingsbewijzen meer verstrekte? Nee. Alle momenten en deelbeslissingen leiden tot dit moment. Vanaf de allereerste keer, 6 jaar geleden, dat ik met een klein leugentje zei dat mijn tentamen wel goed ging, tot nu, waarin iedereen, maar dan ook iedereen dacht dat ik bijna zou afstuderen in zowel geschiedenis als rechten. Want ja, als je dan toch liegt, dan maar meteen goed. Dit werd het moment van de waarheid. Letterlijk. Ik kan het je niet geven, want ik sta al een paar jaar niet meer ingeschreven aan de universiteit. Wat zeg je? Ik sta al een paar jaar niet meer ingeschreven aan de universiteit. Je maakt een grap. Nee. Het gezicht van mijn moeder vergeet ik nooit. Ongeloof, verbijstering, ongeloof, woede, de vaste overtuiging dat ik dus een grap maakte, en weer ongeloof wisselden elkaar af. Pas na 20 minuten daalde het besef in dat juist dit echt was
en de succesvolle student het verzinsel. Vanaf dat moment was er vrij weinig afwisseling meer in de emoties. Het was voornamelijk verdriet. Af en toe een flinke dosis woede. Het is het enige moment dat ik mijn broer, mijn grote stoere broer, heb zien huilen. Omdat het beeld dat hij van mij had voor zijn ogen in elkaar stortte. Mijn natuurlijke neiging om aan damage control te doen, zette ik resoluut maar vol angst aan de kant. De gifbeker moest leeg en wel vanavond. Ik vertelde alles. Hoe ik begon met vertellen dat ik 1 tentamen had gehaald, in de hoop dat ik de herkansing wel zou halen. En niemand er ooit achter hoefde te komen. Dat ik dat deed omdat ik dacht dat mijn ouders, die al genoeg problemen hadden, dit er niet bij konden hebben. Hoe ik toen ook de herkansing niet haalde en die daarop ook niet. Dat de reden dat ik toen van geneeskunde naar geschiedenis was gewisseld niet was omdat ik geneeskunde niet leuk vond, maar omdat ik simpelweg mijn binnen het studieadvies niet had gehaald. En dat ik na 1 jaar geschiedenis niet rechten erbij was gaan doen, maar dat ik ook met geschiedenis had moeten stoppen. En dat rechten uiteindelijk wel iets beter gegaan dan die 2 studies daarvoor, maar dat ik nog een paar vakken miste voor mijn propeduizen. En toen ik een stage kon gaan lopen en ik dacht, ja, ik zeg nu tegen iedereen dat ik bijna ben afgestudeerd, dus ik ga maar stage lopen, ik ook met rechten had moeten stoppen. Ook vertelde ik hoe ongelukkig ik was geweest, hoe eenzaam en hoe zwaar het was geweest. Met elke zin die ik sprak, werd mijn leugen kleiner. Vreemd genoeg werd mijn grootste vrees niet bewaarheid. De totale woede en de afwijzing waar ik zo bang voor was en waardoor ik zo lang de waarheid niet had durven vertellen, die bleef uit. In plaats daarvan was er verdriet en zelfs mededogen over hoe alleen ik moet zijn geweest en hoe goed het was dat het er nu in elk geval uit was. We gingen die avond laat naar bed. De volgende ochtend werd ik wakker met een stil hoofd. Zoals het gevoel dat je hebt als je heel lang een afzuigkap hebt aan laten staan en hem dan uitzet. Mijn hoofd, dat zo gewend was geraakt aan het voortdurende achtergrondgeluid van gedachten, dat zich continu bezig had moeten houden met het in stand houden van dit enorme bouwwerk aan verzinsels, had eindelijk rust. Tot mijn moeder de kamer inkwam met de telefoon in haar handen. En nu ga je al je vrienden bellen. Dankjewel, Job. Hoe is het? Goed. Ja? Want je had je verhaal wel eens in de krant gedaan, maar dit is voor het eerst dat je het uitspreekt, toch? Ja, en dat is, ja, de krant vond ik ook wel eng. Maar om het hier nu echt voor allemaal levende mensen te doen. Ja. Sommigen die ik wel ken, maar en ook nog een livestream met nog een, een aantal mensen waarvan je het ook niet weet. Dat is wel spannend. Ja. Maar blij, opgelucht? Ja, blij. Ja? Ja. Neem wat We hebben nog een hele... Ja, nee, maar dit, de kop is er al. Ja, ja. het verhaal eindigt bij, en nu moet je je vrienden gaan bellen. Dat heb je gedaan? Ja. Of ook nog heel lang uitgesteld? Nee, je kent mijn moeder niet, maar die laat daar geen gras over groeien. En dat vond, ja, dat vond ik ook wel heel zwaar. En daar werd eigenlijk ook goed op gereageerd. Een vriendin kwam meteen die dag langs met, het was dus januari, sneeuwklokjes. Omdat ze zei, ja, als het winter is geweest, dan zijn de sneeuwklokjes de eerste die hun gezicht weer laten zien. Ja. Dus dat vond ik heel lief. Heel lief. En 31 januari 2010, is dat nog steeds een dag waar je er bewust of onbewust dan weer aan terugdenkt? Of is het inmiddels een gewone... Ja, inmiddels is het een gewone dag. Maar dat was voor heel lang niet zo. Ook omdat je gewoon in die periode daarnaartoe... Ik werd gewoon weer... Want dat was in het verhaal misschien niet heel duidelijk... maar die maand daarvoor zat ik eigenlijk een maand lang in mijn eentje op mijn kamer... omdat die stage was afgelopen. En dat was echt, denk ik, de verschrikkelijkste tijd van mijn leven. En dat gevoel bleef een paar jaar lang wel bestaan. Dat ik weer daar naartoe terugging. Dus ja,
ik heb wel jarenlang gedacht, oh ja, dit is nu zoveel jaar geleden. Maar inmiddels niet meer. Ja, nou, ik vind het in ieder geval heel erg fijn namens Erken en de Bali dat je bereid bent geweest om je verhaal te delen. Want dat doen er niet veel. En dat begrijp jij denk ik beter dan ons allemaal. Ja. Maar ik zag dat je niet zo lang geleden dit verhaal en ook over de aankondiging van de avond ook hebt gedeeld op LinkedIn. En nou zit ik ook op een aantal social media platforms. Maar bij LinkedIn denk ik altijd heel goed naar wat ik daar plaats. Want dat is toch een professioneler platform en een zakelijke platform. En je wilt toch ook niet dat ze alles over je weten of dat het in ieder geval zakelijk blijft. Heb je daar lang over na moeten denken? Ja, heel lang. En heel erg getwijfeld. En ook mijn bericht nog door iemand laten lezen. En nou werd ik wel gesteund door dat LinkedIn is ook zo'n plek waar mensen zich af en toe lekker kwetsbaar op kunnen stellen. Ja, helemaal in. En ik denk ook het feit dat het al in NRC had gestaan, dat ik dacht, als mensen me googelen, dan komen ze het verhaal toch wel tegen. Maar het was wel nog steeds overdonderend en veel mensen die dat niet hadden gelezen of die mij uit het oog waren verloren, die nog steeds, of die nu contact opnemen met, ik wist het niet. Of ik wist het wel en ik ben toen heel erg boos op je geweest, maar wat fijn dat je er nu open over bent. Ja. Maar ja, en je komt de dag daarna ook weer op de Zuidas op kantoor. Ja. Bij je LinkedIn-connecties. Ja. er zitten wat LinkedIn-connecties hier in de zaal ook. Ja. Maar Die ken ik zo goed, of althans mijn directe collega's ken ik zo goed, dat die het verhaal door, omdat ze of goede vrienden zijn of door NRC wel wisten. En wat ik wel er lastig aan vond, was dat ik niet het gevoel wil krijgen dat ik hier enorm dat ik een aandachttrekker ben of zo. Dat ik hier te koop mee wil lopen. En dat heb ik bij sociale media heel erg. Als je naar mijn Instagram-profiel gaat, denk je, nou, deze jongen is al 5 jaar vermist. Dus dat zit wel een beetje tegen mijn natuur in. Ja, maar toch heb je heel veel reacties erop gehad. Ja. Tenminste, die ik dan zag. Maar ik neem aan dat ook de DM-inbox vol is gestroomd met reacties. Ja. Want het mag soms voelen als aandachtvragerij. Maar het is ook heel goed dat mensen dat horen en de verhalen meekrijgen. Vooral de mensen die er zelf nog middenin zitten. Ja, zeker. En dat is in de studentenwereld vinden mensen het heel spannend als dit soort verhalen er zijn. En worden ze meestal verteld van, oh, heb je dit gehoord? En dan is het dus iemand die 2 masters bij elkaar heeft gelogen, of die op de dag van de uitreiking van zijn diploma er niet was, met de Noorderzon vertrokken of nog erger. En dat zijn de voorbeelden die er zijn. Dus iedereen kent wel voorbeelden, maar wel de voorbeelden waar het slecht is afgelopen. Terwijl er denk ik heel veel voorbeelden zijn van mensen waar het nu ook gewoon hartstikke goed mee gaat. En die inderdaad voor een heel begrijpelijke reden daar niet mee te koop willen lopen. Maar ik denk wel dat het goed is om een signaal de wereld in te sturen van Nou, ook omdat ik me heel goed kan voorstellen dat als je er doorheen gaat, dat je ook kan denken dat je de enige bent. Ja. Ja, je denkt echt van, nou ja, ik ben echt de enige idioot die zo zich zo niet heeft ingegaan. Niet over 1, maar 2 studies. Ja, daar misschien ben ik wel de enige idioot. Je bent zo eenzaam. Ja. 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 En als er nou pretend studenten zijn die meekijken via de livestream, want ik kan me ook voorstellen dat ze dan niet zo gauw naar hier naartoe komen. Wat zou je daar tegen willen zeggen? Daar heb ik over nagedacht. En dat is wel moeilijk. Of ik vind dat lastig, omdat het een beetje met de benefit of hindsight van het komt echt allemaal goed. En ik ben ook homoseksueel en daar moest ik dus ook uit de kast komen. En dan hoor je ook de hele tijd dat iedereen zegt, nou, maar het wordt echt beter. En dan denk je, ja, maar ik zit nu wel gewoon in deze positie en doe het maar eens even. Dus ik heb daarover nagedacht en ik heb eigenlijk, zou denk ik als advies geven, of 2 dingen. Het ene is, het is het verschrikkelijkste moment uit je leven, maar het is wel het moment dat je eindelijk de oplossing in handen hebt en de gevolgen zijn echt niet zo erg als je denkt. Dus in het verhaal dat ik net hield, was ik echt verbaasd over de reactie van mensen die zeiden, oh, wat vervelend voor jou. En dat ik dacht, vervelend voor mij, ik heb jou toch voorgelogen. Mm-hmm.
Maar het is juist, ja, zij zei, ja, wat, ik heb er geen schade van geleden dat jij je diploma bij elkaar verzon. Maar jij was eenzaam en verdrietig. Dus dat is één ding. En het andere is misschien om, een soort praktische tip, om het te vertellen aan iemand waar je geen persoonlijke band mee hebt. Dus bijvoorbeeld in het tweede panel zit een studentendecaan. Om daar je verhaal bij te doen. Want ja, die is niet je moeder, dat is niet je beste vriend. En dan heb je het in elk geval aan één iemand verteld. En dan wordt het in elk geval tastbaar. En dan kan je samen een plan gaan bedenken. Oké, en hoe nu verder? Kleine stapjes. Ja. Ja, dankjewel. En blijf zitten, maar ik ga er ook nog twee andere gasten bij vragen. De eerste is Samia Boghizu. Mag ik jou vragen om hier plaats te nemen? En geef haar een warm applaus. Wij hebben hier Job als persoon, maar Samia is bestuurslid bij Job. Job MBO, de landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. En zelf ook mbo-studenten, onderwijsassistent. En jij hebt in jouw portefeuille studentenwelzijn. Dus fijn dat je er bent. En dan ga ik ook nog Thomas Klein-Goldewijk vragen om aan te sluiten hier bij het tafelgesprek. Okay. Ook student en tijdens de coronacrisis zette hij met twee andere studenten frisse gedachtes op. Als reactie op de maatregelen. Het doel van de organisatie is het verbeteren van studentenwelzijn. Ook welkom. Goed dat jullie er zijn. Samia, in de vorige gesprekken begreep ik dat jij nog nooit van pretend studenten had gehoord. Klopt. Maar je bent op een gegeven moment wel gaan navragen, toch? Ja, toen ik dus van Argan had gehoord dat er studenten zijn die doen alsof ze studeren, maar helemaal niet bezig zijn met de studie. Toen ben ik dus eigenlijk een beetje onderzoek gaan doen naar hoeveel studenten er nou zijn en wat voor studenten het zijn. En toen kwam ik er zelf ook al achter dat er eigenlijk bijna geen informatie erover te vinden is, naast een film die ervan is gemaakt. En dat baart me wel gewoon heel veel zorg, omdat er wel degelijk studenten zijn die in die situatie zitten. En het is best wel kwalijk dat er hen dus eigenlijk geen podium wordt aangeboden. Het is ook heel lastig te definiëren wanneer je het bent. Ben je het ook als je nog staat ingeschreven of juist niet? Ja, dat maakt het heel erg lastig. En ik ben zelf ook geen kenner ervan. Dus ik zou het eerlijk gezegd ook niet weten wanneer je iemand een pretend student zou noemen. Maar zelf zou ik hem eerder opvatten op het moment dat je niet meer naar school toe gaat. Zelf de motivatie er ook niet meer voor hebt om naar school toe te gaan. Maar wel zeg dat je gaat. Ik denk dat je dan wel al kan spreken van een pretend student. Thomas, frisse gedachtes. Ja. Ook met studentenwelzijn bezig, net als Samia. Klopt. Waarom zijn jullie Frisse Gedachten gestart? Wij zijn Frisse Gedachten gestart. Eigenlijk is een wat onbenullige reden en een minder onbenullige reden. Noem ze allebei. Allebei. Ik heb met twee jongens van mijn voetbalteam gestart. En we wouden eigenlijk gewoon iets beginnen. Maakte niet heel veel uit wat het precies was. Dat is de onbenullige reden. Onbenullen. En toen kwam corona. Dat was eigenlijk, merkte van dit is het uitgelezen moment om iets te beginnen. In eerste instantie was dat consultancy wouden we aanbieden. Aan bedrijven die het nu lastig hebben. Dus in corona lastig kregen. En toen merkten we dat daar eigenlijk vrij weinig animo voor was. Sowieso omdat ze zoiets hadden van er komen drie van die jonge knapen aan. Wat kunnen zij ons nou vertellen? Dus dat eigenlijk. En toen dachten we van ja, eigenlijk vinden we het veel belangrijker en kunnen we veel meer impact maken door in plaats van bedrijven te helpen die het lastig hebben, gaan we studenten helpen die het nu moeilijk hebben. En dat zijn we toen gaan doen. En dat sloot ook veel beter aan bij onze passie en onze drive en zo ligt. En vandaar zijn we dat gaan doen. En had er sowieso ook mee te maken dat we om ons heen zagen dat heel veel studenten het heel lastig kregen. En jij kent het fenomeen pretend studenten wel? Ja, als in, zeg maar, ik had ervan gehoord en ik ken iemand via die dat ook is, ja. Ja, en, maar is dat iets wat jullie meenemen in Frisse Gedachtes of niet zozeer? Nee, niet zozeer. Zeg maar, soort van de voornaamste link die ik kan leggen is dat ik wel om me heen, maar ook via Frisse Gedachten zie dat prestatiedruk wel een enorm groot ding is voor heel veel studenten. En dat is daar natuurlijk wel direct mee gerelateerd. Want er is natuurlijk een reden dat je denkt dat het nodig is om over je studie te liegen.
Ja, en over het liegen, daar gaan we het over hebben. Want ja, jij vertelt ook, het begon met liegen. Het begint met die eerste leugen. En wij hebben een ander voormalig Puritaanse student gevonden, Annette, die haar ervaringen wel met ons wilde delen op schrift. En ik ga een aantal stukjes van haar ervaringen voorlezen tussen de gesprekken door. Dan kunnen we het daarover hebben. Ik werkte hard en deed mijn best, maar in het eerste jaar haalde ik niet alle studiepunten. Ik begon aan het tweede studiejaar, maar moest mijn tentamens uit het eerste jaar nog halen. Ik raakte daardoor de connectie kwijt met de studenten die wel verder konden met het tweede jaar. Ik had het gevoel dat ik te dom was om te studeren. Ik had gefaald. Ik begon steeds meer colleges te missen, maar niemand miste mij. Ik voelde mij niet gezien. Ik volgde colleges met honderden andere studenten. Het voelde massaal. Ik kende de docenten niet eens bij naam en zij kenden mij ook niet. In het derde jaar besloot ik te stoppen met de studie. Ik hield het geheim. Punten niet halen, verloor connectie en had het gevoel dat ze te dom was en werd niet gezien. Dat is waarom ze begon met liegen. En Job, als je die ervaring van Annette hoort, dan is dat meteen herkenbaar? Ja, deels. Deels. Ja. Zoals ik zei, bij mij was het dat ik het gevoel had. Nou, mijn middelbare school heb ik altijd vrij fluitend doorlopen. En ineens, ik ging geneeskunde studeren en dan had ik elke 6 weken tentamen. En gewoon de manier van studeren en de veelheid van stof en ook het studentenleven leren ontdekken, die zorgde ervoor dat ik die tentamens niet haalde. En omdat ik dus altijd het kind was geweest waar mijn ouders zich in elk geval geen zorgen over hoefden te maken, terwijl er thuis al genoeg andere zorgen waren, dat leidde er eigenlijk toe dat ik dacht, nou ja, ik zeg maar even niks. En wat Annette ook zegt, ik haal die herkansing wel. En wel daardoor begon ik ook die connectie te verliezen. En merk je dat als je goed studeert en je zit in de werkgroepen en je geeft af en toe goed antwoord en de docent denkt, nou, dat gaat wel goed, dan kom je wel mee. Maar je kan ook heel makkelijk uit het zicht verdwijnen en je heel anoniem opstellen. En dan verdwijn je zo uit beeld. Ja, en dan is het zoals Annette zegt, maar niemand miste mij. Ik voelde mij niet gezien. Ja. Sam, jij gaat over studentenwelzijn bij het Job MBO. Wat doen jullie aan die zorgen om die connectie te houden tussen studenten en onderwijsinstellingen, dat ze dus niet in dat gat van onzichtbaarheid vallen? Ja, het is op dit moment wel heel erg lastig. Ook omdat we nu een beetje, althans de scholen proberen nu een beetje de coronacrisis achter hun te houden. Je merkt wel dat heel veel scholen van de ministers, van het ministerie dan geld hebben gekregen om bijvoorbeeld leuke dingen te organiseren om zo toch nog de band te behouden. Maar je merkt toch alsnog dat na 2 jaar lang niet op school te kunnen zijn, merk je toch wel dat heel veel studenten vooralsnog die band niet meer zien en ook niet meer willen zien, omdat ze bijvoorbeeld in hun examenjaar zitten. Dat is dan eigenlijk, denk ik, ben toch al zo weer weg. Dus mij maakt niet zo heel veel uit wat er dan nog gebeurt. Maar we vinden het wel heel erg belangrijk dat die band nog steeds blijft. En dat doen we door onder andere het gesprek aan te gaan met studenten. Om te kijken waar hebben zij dus behoefte aan. En welke rol zou de school moeten spelen in het leven van een student. En vooral gericht op de mentale gezondheid van zo'n student. Ja, en Thomas, als jij denkt aan studentenwelzijn en welke rol zo'n school zou moeten spelen, wat zie jij dan dat zou moeten gebeuren om dus die studenten aangehaakt te houden? Ja, heel praktisch vind ik dat een beetje lastig te zeggen, denk ik. Maar sowieso wel het proberen van het creëren van iets van een community binnen zo'n school. Of school noem ik dan even hogeschool of universiteit of mbo-instelling. Ja, want zo'n community kan er dus ook voor zorgen dat mensen zich een beetje geborgen voelen binnen zo'n, bijvoorbeeld ook een nieuwe stad, dat is natuurlijk sowieso ook iets engs. En als je dan een soort houvast hebt binnen een community op een school, dan is dat natuurlijk heel fijn. Dus ik denk dat dat een van de voornaamste dingen is. En dat is ook waar nu wel veel onderzoek naar wordt gedaan. Ook door jullie? Of? Ja, ja. En? Ja, sowieso het eerste belangrijkste wat daar wordt benadrukt is het feit dat dat überhaupt belangrijk is. Ja. En dat het ervoor kan bijdragen, dat heel veel studenten zich meer op hun plek voelen. En dat daardoor gewoon überhaupt het mentale welzijn van studenten beter wordt. Ja, ja, want op het mbo daar heb je natuurlijk nog ook voor een deel van de studenten te maken met de leerplicht. Dus dan bij sommigen moet je nog die connectie houden. Maar op het hbo en op de universiteit, die massaliteit inderdaad. Als je een paar weken niet komt, dan is er niet altijd iemand per se die dat voor ogen heeft. Of meteen denkt, god, wat waar is Job nou? Die hebben we lang niet gezien. Dus misschien is het daardoor ook dat jij
wat minder op de hoogte was van de pre-studenten. Denk je dat dat zou kunnen? Ja, dat zou wel kunnen. Ja, dat het daar dus aan ligt, omdat je dus die leerplicht hebt. En natuurlijk heb je als mbo-student heb je nog geen startkwalificatie als je van het vmbo komt. Dus dat kan natuurlijk ook nog een reden zijn dat school toch wel blijft trekken. Maar ik wilde ook nog wel een beetje inhaken op wat jij zei over dat je van een community kan creëren. Ja. Sommige mbo-studenten hebben het nog extra moeilijker. En de reden daarvan is omdat je op het hbo en op het wo kan je nog spreken van studentenverenigingen. Mm-hmm. Dat ze nog bij elkaar kunnen komen, maar op het mbo kan je daar dus helemaal niet van spreken. Dus een mbo-student die maakt eigenlijk alleen maar alles mee wat er op school gebeurt en wat daarbuiten gebeurt is dan echt het privéleven en kan daar soms ook niet mee iets combineren. Dus dat maakt het ook nog best wel kwalijk voor een mbo-student dat ze nog iets extra's op hun bordje hebben liggen. Ja, had jij iets aan zo'n studentenvereniging op? Nou ja, ik was dus wel lid van een studentenvereniging en ik woonde zelfs in een studentenhuis. Dus meer community kan je het niet hebben bijna. En zelfs daar is het dus niet gemerkt. Is men daar niet achter gekomen. En men vindt, dat was ook wat mij opviel, je moet doorvragen. Want uiteindelijk zijn er altijd tekenen dat things don't add up, zeg maar. Maar heel vaak denken mensen, nou ja, het zal allemaal wel. En weet je, als hij het zegt, dan komt het allemaal wel goed. Dus ja, ik vind dat wel vreemd dat ik dus 4 jaar lang met mensen in een huis heb gewoond. En dat er niet... Ja, kennelijk was ik gewoon heel goed in liegen. Dat is misschien... Ik vind het ook mooi dat je criminal law bent gaan studeren. Ja. Ik pik ze er allemaal uit. Ja. Thomas, jullie zijn dus met studentenwelzijn bezig. Zie je daar een relatie tussen slecht studentenwelzijn en afhaken of pretent student of als pretent student door het leven gaan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ken zelf niet van dat soort gevallen. Dus ook omdat wij gewoon de aard van wat wij doen. Ik ben zelf overigens niet heel actief meer betrokken bij de organisatie. Ik ben de oprichter met 2 vrienden van mij. Maar die bijvoorbeeld, we hadden een chatdienst waarbij studenten anoniem met psychologiestudenten konden chatten. Mm. Nou, dat is natuurlijk super fijn, omdat juist misschien een beetje aanhaakt op wat jij zegt van doe eerst het kleine stapje, doe het met iemand die je niet kent of die je nauwelijks kent. Dan is een studentendecaan natuurlijk een goede optie, maar bijvoorbeeld anoniem is al misschien een nog laagdrempelige stap. En dat was ook heel de insteek, dat we gewoon zo laagdrempelig mogelijk studenten de mogelijkheid wilden geven om over hun problemen te praten. En werd daar goed gebruik van gemaakt? Ja, zeker. Maar omdat het dus anoniem is, is het ook lastig om daar een soort van echt harde conclusies uit te trekken. Ja. Maar ik denk wel zeker dat die laagdrempeligheid, dat in dit kader wel relevant kan zijn. Ik heb nog een stukje van Annette, onze voormalig pretent student. Want ze zegt, in het studiejaar dat volgde begon ik in september aan de hbo-opleiding watermanagement. En ook dat hield ik stil. En ik lees daarin, vooral ook al zou ze die succesvol afronden, dat ze bijna angstig was om te zeggen dat ze aan iets nieuws was begonnen. Dat ze dan daar ook weer over had moeten liegen als dat toch niet was gelukt. En Job, jij als ervaringsdeskundige, wat doet dat liegen met je? Ja, tenminste, ik weet niet of dat het gevolg is of de oorzaak, maar of een van de oorzaken. Maar bij mij was het liegen eigenlijk bijna een soort van apart. Dat gebeurde niet met mij. Dat kon ik een soort van psychologisch helemaal van mij afzonderen. En nu klinkt het alsof ik een soort gespleten persoonlijkheid heb. Of dat ik bijna in mijn leugen begon te geloven. Dat is echt nooit het geval geweest. Ik heb nooit echt gedacht dat ik die 2 masters aan het halen was. Maar je moet denk ik wel op een bepaalde manier denken en dat van je af kunnen zetten, wil je eigenlijk gewoon nog 's nachts kunnen slapen. Want het wordt op een gegeven moment zo groot. Het gaat zoveel dingen in je leven beheersen. En dat is ook wat ik in de inleiding vertelde toen ik daarmee ophield, dat ik merkte hoeveel van mijn hersens
hoeveel van het werkgeheugen elke dag bezig was om die leugen in stand te houden. Omdat je de hele tijd moet nagaan van, oh ja, dat heb ik aan die verteld en dat aan die. En klopte dat wel met tijd en ja, plek? Ja, en dat was omdat ik daarvoor over dat heb gelogen. En... Ja, en daarom ging ik dus ook die stage lopen. Want ja, ik had immers gezegd dat ik bijna was afgestudeerd. En mensen die bijna afgestudeerd zijn, die gaan stage lopen. Ja, dus het wordt gigantisch. En is het die 31 januari 2010, want dan vertel je het, en is het dan ook klaar? Is het, of blijft er een soort van drang om te liegen als een soort van automatische piloot? Ik heb echt me bezworen dat ik het nooit meer zou doen. En voor mij was heel lang dat ook... Dat het bijna een tweede natuur wordt, dan kan ik me voorstellen als je dat jaarlang hebt gedaan. Ja, en ik denk dat het wel, omdat ik het zo totaal heb opengegooid... Dat iedereen er ook heel waakzaam op was. Dus ik mocht het echt niet meer wagen om een dubbele afspraak te hebben... en dan te zeggen dat ik toch niet kon of wat dan ook. En bij mij was zelfs op een gegeven moment een soort van taboe op... zelfs maar een leugentje om best wil. Dus als ik een afspraak ging maken en ik had eigenlijk geen zin... Dan ging ik dus helemaal zeggen van, nou, ik heb eigenlijk geen zin. En eigenlijk had ik wel gekund, maar ja, ik ben eigenlijk gewoon te moe. Andere mensen zeggen, ja, zeg gewoon dat je niet kan. Ja. Maar dat dacht ik, kan ik niet. Want ik kan wel. Kan niet meer. Dus dat nog een klein traumaatje daar. Ja, maar inmiddels ook daarmee gedeeld. Ja, ik kan nu heel goed zeggen dat je gewoon niet kan. Ja. Dat de brug open stond. Ja. Oké, we gaan naar het laatste stukje van Annette. En dat gaat over stoppen met liegen. Ze had dus haar hbo-opleiding ook stilgehouden. Totdat ik het 7 maanden later vertelde aan mijn moeder. Ze reageerde begripvol. Toch durfde ik het niet aan mijn vader te vertellen. Samen met mijn moeder schreef ik een brief aan mijn vader. 4 jaar geleden heb ik mijn hbo-opleiding afgerond. En inmiddels heb ik een baan waar ik veel voldoening uit haal. Job, ja. Toch weer eerst bij jou, want ja. Hierin lees ik vooral angst voor reactie van de omgeving. Ja. Je hebt het natuurlijk ook aan je moeder verteld. Zij durfde het niet eens aan haar vader te vertellen, dat moest per brief. Omdat dat dan makkelijker lijkt dan om het uit te spreken. Want uitspreken is toch ook echt nog next level, kan ik me voorstellen. Hoe ben je omgegaan met die reactie van je omgeving? We hebben het er al eerder even over gehad. Er was één iemand die zei, en dat is me altijd bijgebleven, en zo probeer ik ook nog steeds te leven, die zei, het enige waar ik gekwetst door ben, is dat ik wel in de afgelopen jaren mijn angsten en twijfels en moeilijkheden met jou heb gedeeld, maar jij niet met mij. En dat dus een soort onevenwichtigheid was in de vriendschap. Maar verder, de eerste persoon na mijn moeder, daar heb ik ook nog 10 minuten tegen de telefoon aan zitten hikken. Ja. En op een gegeven moment heb je het verhaal geoefend en je weet, of je kan inschatten wat de reactie zou zijn, maar makkelijk is het nooit geworden. En ook toen, dus 2 jaar geleden, dat interview in de krant stond. Omdat ik vond dat ik het achter me had gelaten, had ik het inderdaad niet aan heel veel mensen op kantoor verteld. En er is echt nog even door me heen geschoten van, oh, zometeen komt er iemand van HR binnen en die zegt, ja, dus eigenlijk heb je gelogen op je sollicitatie, dus ontslag op staande voet. Met terugwerkende kracht, ja, maar dat is niet gebeurd. En het is een advocatenkantoor, ze hadden het zo kunnen doen. Je kunt het nog steeds, elk moment, ja. Laten we nog even de laatste minuten besteden aan hoe we dit kunnen voorkomen. Semia, studentenwelzijn staat zeker sinds corona meer op de agenda. Je hoort steeds vaker over de mentale toestand van studenten, dat een enorme klap heeft gehad tijdens de pandemie. Hoewel er ook een groep is die daar heel erg van is opgeleefd, omdat die heel erg goed ging op online les en niet naar volle collegezalen hoefde te gaan. Wat zijn concrete dingen die jullie kunnen doen vanuit Job MBO om hier verder aan te werken aan het vergroten van de studentenwelzijn? Ja, wij vinden het nu het allerbelangrijkste om überhaupt gewoon het gesprek aan te gaan met de studenten. Om de taboe eigenlijk
eigenlijk te verbreken, die er nog steeds helaas hangt. En we willen de mentale gezondheid, het onderwerp over het algemeen, willen we ook breed trekken naar bijvoorbeeld op het moment dat een student discriminatie bijvoorbeeld heeft meegemaakt. Dus zo groot mogelijk. En dan hopen we eigenlijk door middel van die gesprekken die we hebben gehad met studenten, om al die input die we meekrijgen, om die eigenlijk bij beleidstafels neer te zetten. En eigenlijk tegen de mensen die beleid maken, tegen hen te zeggen dat dit er moet komen op scholen. En wat er nu bij ons hoogst op de agenda staat, is om überhaupt mentale gezondheid in de klas te bespreken. Want dat gebeurt tegenwoordig nog steeds niet. En je merkt dat heel veel SLB'ers bijvoorbeeld, dat zijn dus mentoren, die weten dus nog steeds niet hoe zij dus om moeten gaan met de student die ergens aan vastloopt of ergens mee zit. En we vinden het belangrijk dat een docent ook kan signaleren. Dus op het moment dat de student wel aanwezig is in de klas, maar niet mentaal aanwezig is, dat het dan ook heel erg belangrijk is dat een mentor dat ook meteen kan zien, of überhaupt een docent dat ook kan inzien, om dan het gesprek aan te gaan met die studenten. Maar naast ook de rol vanuit school vinden we het ook belangrijk dat het gesprek wordt aangegaan met de klasgenoten zelf. Dus we hebben op het MBO heb je dan bijvoorbeeld burgerschapsonderwijs. Denk aan maatschappijleer. En daar worden dit soort onderwerpen kunnen ook een plek daarin krijgen, waardoor studenten ook met elkaar daarover in gesprek kunnen gaan. Net als wat Job ook vertelde, dat je het liefst soms wel even wil vertellen aan een student die je misschien helemaal niet goed kent. Dus dat is ook gewoon heel erg fijn als dat bijvoorbeeld bij zo'n les kan. Ja, en is het nog? Het wordt wel steeds minder taboe, heb ik het idee. Er wordt wel meer gesproken over mentale toestanden. Ja, je merkt, studentenwelzijn. Je merkt wel dat er steeds meer wordt gesproken in het nieuws enzovoort en bij beleidstafels. Maar toch merk je onder de studenten dat dat nog wel anders is eigenlijk. Dat niet elke student graag over zijn verhaal vertelt. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk dat dat tussen de studenten wordt besproken. Zodat een student weet van oké, ik ben niet de enige die dit meemaakt, maar mijn klasgenoot maakt dit ook mee. Dus ik zou misschien met die persoon daarover in gesprek kunnen gaan. Ja. En Thomas, jij bent een nieuw initiatief gestart. Klopt, ja. Toch? Klopt. Amsterdam Oase. Klopt, ja. Wat dat inhoudt. Ja, wat dat in. Nou, het is eigenlijk. Of is er ook nog een onbenullige reden in dit geval? Die genoeg. Want dan mag je die met ons delen. Nee, dit zijn alleen maar heel niet onbenullige redenen. Oké. Nee, eigenlijk het is wat mogelijke oplossingen. Dus ik zei al van, het is denk ik sowieso goed als het mogelijk is dat je anoniem ergens je verhaal kan doen. Mm. Ja, dat is nog steeds mogelijk via Frisse Gedachtes. Dat überhaupt bijvoorbeeld mensen met elkaar in contact worden gebracht. Dat hebben wij ook gedaan. Mensen één op één met wandelingen aan elkaar gekoppeld. Ja. Yeah. Dat is massaal gebruik van gemaakt. Dat zijn ondertussen meer dan 6.000-7.000 studenten die zo met elkaar zijn gaan wandelen. En zelf ben ik nu een soort van los van Frisse Gedachtes een ander initiatief gestart, specifiek in Amsterdam. En daar is het idee, ja, een beetje die community waar wij het over hadden, om dat in een soort studiecafé te doen. Omdat ik denk dat heel veel studenten zeggen, er is genoeg om je zorgen over te maken. Zeg maar, dan zijn het wel niet mondiale problemen als de klimaatcrisis of een pandemie of een oorlog die ergens uitbreekt. Maar het zijn ook de meer persoonlijke dingen. Van slaag ik wel cum laude voor deze studie? Of sta ik wel goed genoeg op mijn Instagram? Waar jij dus blijkbaar minder zorgen over maakt. Maar ik hoorde laatst dat er steeds meer ruimte was om cum laude überhaupt af te schaffen, zodat die druk eraf gaat. Geneeskunde ook op de VU, ja. Ja. Klopt. En ja, dat is denk ik gewoon een goede ontwikkeling. Maar het blijft natuurlijk dat er gewoon heel veel druk is op de student. En dat die studenten daardoor heel erg veel hebben om zich druk over te maken. En mijn ideaal is soort van een plek aanbieden waar dat even niet hoeft. Waar je het idee hebt van, ik ben oké, het komt allemaal wel goed gewoon in de wereld. Even alle zorgen van je af kan laten glijden. En dat enerzijds door de inrichting van de ruimte, dat die op een bepaalde manier heel erg knus is en heel erg fijn aanvoelt. En aan de andere kant door toch een soort community daar aan te bieden van mensen die daar vrijwilliger zijn en dan samen met de mensen die er studeren bijvoorbeeld gaan wandelen of samen gaan lunchen. In plaats van dat je naar de UB gaat, je doet je ding 5 uur achter elkaar en je gaat weer terug om in je eentje te eten, bij wijze van spreken. Ja, ja. En ik hoor jouw community zeggen, en daar zit jij ook op die weg te denken, maar jij voelt ook wel wat voor wat jullie deden, anoniem gesprek aan kunnen gaan, in ieder geval
je gedachten kunnen delen, zodat je het in ieder geval één keer hebt gedeeld en dan, mm-hmm. En dan anoniem. Maar ik hoor jullie ook bij te zeggen dat het zowel online als offline moet. Dus die fysieke ontmoetingen zijn ook heel belangrijk. Ja, ik denk dat online biedt natuurlijk een extra mogelijkheid dat je het net wat laagdrempelig kan doen. Ik zie niet per se heel logisch in hoe dat echt offline mogelijk is. En offline is natuurlijk wel fijn, omdat mensen zijn gewoon gebouwd om dat ze ook behoefte hebben aan fysiek contact. Dus ja, dat kun je niet compleet vervangen. Ja. En waar vinden we de oase? In Amsterdam, op Campus Uilenstede, dus een studentencampus. Oké, en daar wordt al goed gebruik van gemaakt? Ja, we zijn daar echt een paar weken terug mee begonnen. We hebben ook een website, amsterdamoase.nl. En je kunt elke dinsdag en vrijdag kun je al terecht. Heel fijn, dat is goed voor de mensen die hier zitten, maar ook online meekijken. Elke dinsdag en vrijdag bij de Amsterdam Oase. Job, dit stukje gaat over voorkomen. Had in jouw geval iemand iets kunnen doen om het te voorkomen of om het eerder te stoppen dan die 31 januari 2010? Of was je echt heel goed? Het toeval wil dat de enige die daar een poging toe heeft gedaan, die zit hier in de zaal. Ja, daar komen we straks. Oh, dat mag ik niet zeggen. Oh, sorry. Dat is een teaser. Ja, is een teaser. Er was dus iemand die... Wat het moeilijk maakte, of wat dus heel slim van mij was, was dat ik switchte van faculteiten. Dus voordat het probleem daar op een faculteit enorm op de radar begon te staan, zat ik dus alweer bij geschiedenis of zat ik alweer bij rechten. En ik heb dus... daar kan denk ik wel verbetering zijn. Dan ga ik dus even in algemeenheden zeggen. Dat er op universiteitsniveau of mbo-niveau of hbo-niveau iemand is die... Ja, of misschien een algoritme bedacht wordt dat ze ziet van... hey, er gaat even iets niet goed bij iemand en moeten we daar iets mee. En ik denk wel, het is een iets dat een groot nadeel is van de manier waarop in Nederland het hoger onderwijs is geregeld. Ja. Dat het dus zo massaal is, daardoor onpersoonlijk, dat je onder de radar kan vliegen. Ik heb daarna dus een deel van mijn master in New York gedaan. Nou, er is echt geen mogelijkheid. Als je daar iets even uit de pas loopt, dan word je meteen op de spreekkamer van de professor geboden. Maar ja, daar betaal je dan ook een enorm prijskaartje voor. Dus dat, ik vind het lastig om te bedenken wat we daaraan zouden kunnen doen. Ja. En als je dan, want dat is dan het onderwijs. En als je dan naar je naaste omgeving kijkt, familie en vrienden, hadden die het door kunnen hebben? Heb je hier en daar toch wat hints laten vallen? Of hebben die het echt niet kunnen zien om je erop aan te spreken? Ik heb ooit een tentamenformulier waarvan ik had gezegd dat ik het had gemaakt per ongeluk in de UB laten liggen. En later hoorde ik dus dat iemand dat had gevonden. Mm-hmm. Maar diegene heeft daar dus niets over gezegd. Die is alleen maar heel boos op mij geweest, hoorde ik dus later. Ja. Yeah. Dat ik over dat ene tentamen had gelogen, maar zij heeft mij toen niet geconfronteerd. En ik vind het niet oké om nu de schuld bij anderen te leggen, want het is iets dat ik zelf heb gedaan, wat wel door omstandigheden is ingegeven, maar waar ik wel zelf de volle verantwoordelijkheid voor neem. Dus ik zou dat nooit durven om daar ook maar iemand anders in te betrekken. Ja, we hadden net van Annette gehoord en we hebben nog een inbreng. En deze is anoniem en dit gaat over je naaste omgeving. Omdat die er natuurlijk ook op een gegeven moment mee te maken krijgen. Mm-hmm. Niet tijdens het liggen, maar op een gegeven moment moet je het vertellen. En dan moeten zij er ook mee zien te dealen en het zien te verwerken. Maar vaak is die reactie toch positiever dan verwacht, in jouw geval ook. En om het perspectief van naasten toe te lichten, hebben we één anonieme bijdrage van een jonge vrouw onder de 30, wiens broer 2 jaar lang loog over studeren. En ik ga een stuk van haar inbreng voorlezen. Toen mijn broertje het mij aan de telefoon vertelde, bleef hij maar praten. Hij ratelde maar door en was duidelijk heel erg opgelucht dat het verhaal eruit was. Een week later sprak ik hem samen met mijn oudere broer. Hij was toen heel relaxed en opgelucht en praatte voluit, terwijl ik en mijn broer het nog moesten verwerken.
Bij hem leek het klaar toen hij het verteld had, maar bij ons begon het toen pas. Ik vond het best pijnlijk dat hij vertelde dat hij vooral zo'n grote druk ervaarde, omdat in zijn ogen ik en mijn andere broer in alles slagen en het bij ons wel lukt, al klopt dat beeld niet helemaal. Dat benoemde hij als een van de redenen dat hij het zo lang niet heeft durven vertellen. Het delen van onzekerheid of dingen die niet lukken helpt daarbij, denk ik. Dan is er nog een stuk. Ik vind het eigenlijk het kwaalkst dat de universiteit en zijn docenten niet doorhadden wat er aan de hand was. De docenten zagen dat hij dingen niet inleverde, vakken niet haalde en hebben niet aan de bel getrokken. In mijn hoofd blijft hij door dit verhaal nog meer mijn kleine broertje dat nog niet helemaal zelfstandig is. Terwijl dat eigenlijk niet eerlijk is. Ik denk ook niet dat het helpt als wij hem telkens de hand boven het hoofd houden en minder van hem verwachten of vragen. Maar dat doen we allemaal nog steeds. De zus van een pretend student. En ze zegt, op een gegeven moment bij hem leek het klaar toen hij het verteld had, maar bij ons begon het toen pas. Merkte jij dat ook toen jij het vertelde? Ja. Dat jij dacht, phew, dat was het? Ja. Je had het ook over je broertje of broer die naar je opkeek? Ja. Nee, dat herken ik heel erg. En het was niet zo dat ik dacht van, hé, nou lekker, ik ben er van af. Maar wel dat ik, voor mij was het er een einde gekomen aan een heel lang en groot probleem. En het begin van de oplossing was daar. Terwijl zij hadden tot die tijd helemaal niks door. En ineens bleek er van alles mis te zijn. Dus daar zit wel een enorme tegenstrijdigheid in, ja. Die herken ik wel. En daar moet je samen doorheen, ook door heel veel te praten. En door hen mee te nemen in het proces. En gelukkig, dus mijn moeder die zei, je denkt nu dat het klaar is, maar het is niet zo, ja. Want hier is de telefoon. Aan het werk. Aan het werk, ja. Ja. Thomas en Sammy, als jullie de ervaring van Job horen, van Annette, van deze zus, van de pretent student. Denk je dan ook van, in mijn werk moet ik gewoon dus beter om mij heen kijken? Er zijn signalen die ik wellicht kan opvangen en daar moet ik dan vervolgens wat mee doen? Ja, ik denk als ik dit nu allemaal zo hoor, dan probeer ik bewuster te zijn van alle studenten die we dan om ons heen hebben. We hebben als Job en Mio, dan gaan we met best wel veel studenten in gesprek. Soms is dat op school, maar ook is dat vaak dat we met dan studenten uitnodigen. Maar ik denk dat het dan voor ons nu heel erg belangrijk is om dan bewuster te vragen naar studenten. Wat zij dus allemaal meemaken op school en wat ze dus nou, wat zien ze nou als probleem op school? Want wat ik heel erg merk is dat prestatiedruk nu heel erg naar voren komt in eigenlijk elk stukje. Dat zelfs bij een naaste, dat zij ook dus die prestatiedruk vanuit haar broertje voelt. Yeah. Hoe belangrijk dat dan eigenlijk is om dat probleem dan dus ook aan te pakken. Ja, yeah. Thomas? Ja, volledig. Ben jij nu met andere ogen om je heen kijken in de oase? Ja, zeker. Ja, nou, ik denk als je er extra bewust van bent, dan herken je natuurlijk ook eerder de signalen. Dus voor mij gaat dat zeker wel iets veranderen, denk ik. Ja. Ja. Nou, super veel dank dat jullie hier waren. Ik ga jullie vragen om weer plaats te nemen in de zaal. Job, Sambia en Thomas, dank jullie wel. Dank je wel. Ja, en ze zijn eigenlijk al door alle drie aangehaald in hun antwoorden. De professionals, het onderwijsveld, daar gaan we het nu over hebben en mee hebben. Want na de ervaring van de studenten is het de vraag, hoe kunnen we bestaande pretent studenten helpen en toekomstige voorkomen? En wie is daar verantwoordelijk voor? En daarvoor vraag ik naar voren Romke Biagioni. Spreek ik dat goed uit? Ja, kom er maar bij. Al 17 jaar. Al 17 jaar als studentendecaan bij de Universiteit Leiden. En daarnaast momenteel voorzitter van de commissie Studentenwelzijn. Daar hebben we het woord weer. En als studentendecaan houdt zij zich bezig met studenten met een functiebeperking. De coaching en begeleiding van studenten met psychische problematiek. Welkom. Dank dat je er bent. Ellen Klatter. Welkom, lector Studiesucces aan Hogeschool Rotterdam. Jouw onderzoek is gericht op onderwijskwaliteit en aansluiting met de arbeidsmarkt en begeleidt masterstudenten en promovendi aan het HBO en WO. Fijn dat je er bent. En als laatste Rick Wolf. APPLAUS
senior onderzoeker bij RISBO zijn. Onderzoek richt zich op diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. En in je werk kijken naar kenmerken van studenten die samenhangen met studiesucces. En je bestudeert welke contextuele factoren daarbij horen. Klopt allemaal. Ja. Nou, helemaal goed. Goed dat jullie er zijn. Ja, Job heeft het net al een beetje geteased. Maar Romke, jij was degene die Job begeleidde. Ja. Toch? Een hele tijd geleden. Ja. En Job, wanneer was het? 6, 7? Ja, 2006. Ja, we hebben elkaar voor het eerst gezien. Ik moet zeggen, dat is best al lang geleden. En, dus ik weet niet meer precies wat ik gedaan heb. Maar ik heb wel een signaal gekregen uit de omgeving, herinner ik me. En naar aanleiding daarvan heb ik Job opgeroepen met een beetje met een excuus. En ik weet nog wel dat dat destijds ook een beetje spannend was. Want wij hebben natuurlijk toch altijd ook regels over privacy. En wanneer kun je iets doen. Maar ik ben zelf wel iemand die, zorg. En dat is zeg maar ook in het kader van de zorgplicht. Als er zorg is over een student, moet je eigenlijk altijd handelen. En dus toen heb ik Job destijds opgeroepen. Ja. En dit was in 2006. Ja. Je doet het al 17 jaar. Zie je veranderingen in de tijd dat je het nu doet? Nou, het onderwerp, want het is de laatste, sinds 2 jaar geleden is dat wat meer in de publiciteit gekomen. Het heeft altijd al gespeeld, wat Job ook vertelde. Wij merken wel, in de studentpopulatie is een verandering gaande. Is een ontwikkeling gaande die ik zelf heel zorgwekkend vind. En de coronatijd heeft daar als een soort versneller opgewerkt, opgezeten. En heeft eigenlijk alles wat er al aan onbehagen merkbaar was, aan de oppervlakte gebracht. En ik denk dat er heel veel thema's en onderwerpen liggen waar we in het onderwijsveld aandacht voor moeten hebben en waar we echt mee verder moeten. En dat zijn lastige gesprekken om te voeren, merk ik. Ja. En Ellen, jij doet onderzoek naar studiesucces. En we hebben het net al gehoord over de enorme prestatiedruk die studenten ervaren. Waar zou het vanavond voor jou echt over moeten gaan? Wat moet nou echt aan bod komen? Het is natuurlijk in eerste instantie een heel breed spectrum waar we het over hebben. En mijn lectoraat is wel gericht op studiesucces, of tenminste dat draagt het label. Yeah. Maar ik zeg altijd, studiesucces is een outputmaat. En je komt daar als het onderwijs wat je kunt volgen kwalitatief goed is. Dus mijn focus ligt met name op de kwaliteit van het onderwijs. En daar kan ik een heleboel over vertellen. En dat haakt ook aan bij wat Thomas vertelde. En Samia, die het hadden over communities. Yeah. Daar heb ik nog een plaatje eventueel, maar dat kan straks mogelijk ook. Okay. Waar het daarover gaat is dat je als docent vooral in contact staat met je studenten. En dat levert heel veel winst op. Al was het alleen al didactisch om te kijken van, hoe leer jij, waar zit jouw beginsituatie en hoe kan ik daar didactisch dan op aansluiten om je processen te laten doorlopen die tot het einddoel leiden. Maar om dat te weten moet je dus met die studenten praten en vragen, waar zit bij jou de knel? En dat gebeurt te weinig vanwege die massaliteit? Dat gebeurt eigenlijk nog veel te weinig, ja. Yeah. Dus wat dat betreft zou daar vooral de aandacht naartoe mogen. Oké. Okay. Rick, ja. Welkom. Jij houdt je bezig ook met diversiteit en inclusie. Merk jij in je onderzoek dat bepaalde studenten het zwaarder hebben dan andere studenten? Ja, zeker. Dat merk ik wel. En hoe? Ja, ik wil eerst nog even zeggen, toen ik het verhaal van Job hoorde en van Annette, dat ik me realiseerde dat ik ook even pretend student ben. Nou, Rick, vertel. Ik was eindexamen en dan moet je een studiekeuze maken. Ja. En ik weet niet zo goed dat ik moest kiezen. Maar mijn ouders die zeiden van, nou, Nederland is heel goed in weg- en waterbouw. Hè, als je dat gaat doen en dijkenbouw en zo. Dus dan, als je dat gaat doen, kan je overal. Ja, dan komt het helemaal goed. En ik was toevallig ook goed in beta-vakken. Ja. Dus ik als brave zoon ging dus civiele techniek doen in Delft.
Maar ik kwam er al snel achter dat het het niet was. En de manier waarop er les werd gegeven en ik haalde geen enkel vak. En ellende. En ik heb er niet zo lang ingezeten voor ik besloot om iets anders te gaan doen. Uiteindelijk ben ik iets gaan doen met mensen. Ja. Maar ben je op een gegeven moment ook gaan liegen? Of? Nee, gelukkig niet. Ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd, ik stop met de studie. Voor mij was het wel een periode denk ik van 2 maanden of zo, dat ik het hen niet durfde te vertellen. Mm-hmm. Toen ik dit verhaal van Job weer hoorde, toen kreeg ik meteen weer die emotie erbij van, en ik heb er maar 2 maanden in gezeten. Dus ik durf me niet voor te stellen hoe het is om daar jaren in te zitten. Dus ik vertelde het aan mijn ouders en de reactie was eigenlijk heel raar. Mijn vader was altijd een hele rustige man en mijn moeder was altijd heel erg streng, zo van goed op school doen. Dus ik had eigenlijk wel zo'n reactie verwacht naar mijn vader die zegt van nou, het komt wel goed. En mijn moeder van Rick, wat doe je nou? Maar dat is precies andersom. Oh. Mijn vader werd boos en mijn moeder die zei van ah, joh, het komt goed. Ik weet eigenlijk wel gewoon ook een beetje wat die ervaring is. En ik denk ook wel dat er studenten zijn die het moeilijker hebben dan anderen. En die het ook zo moeilijk hebben op de opleiding. Dat ze dingen niet halen en gewoon doen alsof alles goed gaat. Terwijl het helemaal niet zo is. Ja. En dan, ik bedoel, je hebt ook de groep. Ik was de eerste in mijn familie die ging studeren. De eerste generatie migratiestudenten. Die heb je heel veel. Dus het is en een nieuwe wereld, maar ook gewoon alle studentenetiketten die erbij komen kijken. Het is allemaal nieuw en spannend. Merk je dat bij die groep in jouw onderzoek naar diversiteit en inclusie daar. Je daar anders mee omgaat of anders mee deelt, met andere zaken deelt dan andere studenten? Sowieso als je kijkt naar de achtergrond van wat dan heet eerste generatie studenten. Mm. De studenten die als eerste uit het gezin gaan studeren. En dan ook nog eens studenten met een migratieachtergrond. Die komen uit een milieu waar het studeren dus niet gewoon is. In ieder geval het studeren in Nederland. Dus er is ook heel veel onzekerheid over wat er van je wordt verwacht. En wat ik merk, maar misschien dat jullie dat ook zien, dat die studenten heel erg gaan invullen hoe je moet gedragen als student. Mm-hmm. En daardoor zichzelf heel veel druk opleggen en de lat hoog leggen. En dat studenten die uit milieus komen waar er al wel gestudeerd is, die weten beter wat er van ze voor verwacht. En dat het ook wel mis zou kunnen gaan. En, dus die gaan daar wel relaxed mee om. En omdat je die druk zo hoog legt voor jezelf. Dat kan behoorlijk tegen gaan werken op een gegeven moment. Is dat herkenbaar? Oh, wilde jij op reageren? Ja, ik vond het een mooi bruggetje van de laatste ervaringen van. Ik werk dan bij een hogeschool met ook een AD-opleiding, een vrij groot instituut, het RAC. Waarbij ze hier dus heel erg bewust mee bezig zijn. Heel veel MBO-studenten die dan instromen. AD is Associate Degree? Degree, ja. En daar hebben ze echt een fase van onboarding. Oh, wat goed. Dus dan, net zoals dat je ook wel eens op de middelbare school hebt, dat je een week op kamp gaat, zeg maar. Ja. Een hele week allerlei leuke dingen doen met de groep, met docenten erbij. En dat werkt echt heel goed. En toevallig heb ik gisteren nog met een ander onderzoeksbureau gesproken die onderzoek doen naar studiestakers uit het AD-traject. Mm. En daar hebben ze echt een heel hoog percentage bereikt. Dus blijkbaar zijn dat studenten die toch niet willen verzwijgen dat ze zijn gestaakt. En dat vind ik, dat is een soort spiegelbeeld van het fenomeen wat we hier nu bespreken. Yeah. Dus het lijkt hoopvol. Yeah. Ja, zeker. Goed, één hogeschool. Ja, maar het is wel herkenbaar. Oh, sorry. Ja, reageer er maar op. Ja. Nee, dit is wel herkenbaar, want bij de Erasmus, er is 1 opleiding pedagogische wetenschappen. Daar wordt ook ingezet op wat dan heet sense of belonging. Mm. Versterken van studenten, dat ze zich op hun plek voelen op hun opleiding. En een van de activiteiten die wordt gedaan, dat heet dat een dialogue day. Mm. Dat aan het begin van de studie studenten met elkaar in gesprek gaan. Ook samen met docenten. Want ik deel wat hier al eerder is gezegd aan tafel en wat jij ook bedoelt. En dat community building heel erg belangrijk is. Yeah. Maar wat ik daar goed aan vind is dat, want als je het hebt over community building, gaat het vaak over community onder studenten. Maar op die opleiding proberen ze de docenten er ook bij te betrekken. Hè. De community is dus niet alleen studenten, maar het zijn docenten en studenten bij elkaar. Maar goed, dan heb je dus die dialogue day. En studenten die praten dan met elkaar niet alleen over de studie, maar ook dat ze iets over zichzelf vertellen.
En wat ik me nog goed herinner van de eerste keer, dat een paar jaar geleden, was na afloop was een soort plenaire sessie. En toen werd er gevraagd, nou, wat neem je mee van de dag? Weet je, dat wordt tegenwoordig altijd gevraagd. Ja. Wat neem jullie mee van de avond zometeen? En toen zei een meisje dus van, nou, ik ben eerste generatie student. Ja. Ik ben de eerste uit het gezin die is gaan studeren. En ik dacht dat ik de enige was. Hmm. Maar er zijn er veel meer die dat hebben. En dat geeft me zoveel meer vertrouwen dat ik, dat ik hier op mijn plek voel. Dus je kunt community builden ook alleen maar door al heel simpel door met elkaar te praten. En door dingen met elkaar te delen. En ik denk dat het ook wel aansluit op wat jij vertelt. Ja, en dat geldt ook voor pretend studenten. Ja. Dat ze toch ook heel vaak denken dat zij de enige zijn die dat aan het doen zijn, aan het liegen zijn. Dat ze een studie aan het volgen zijn. Romke, jij doet dit dus nu al een tijd. Het coachen en begeleiden van studenten. Wat zijn zoal de verhalen waar ze mee komen? Ik denk dat in veel gevallen... Kijk, de studenten die naar mij toe komen, dat zijn studenten die hulp zoeken. Ja. Eerder is ook wel eens gevraagd van, goh, wat doen instellingen bijvoorbeeld om die studenten te bereiken? En hebben jullie inzicht in hoeveel studenten dat zijn? Dat is heel lastig, omdat we draaien bijvoorbeeld wel rapportages over langstudeerders. Dus tijdens heb ik met Job toen ook contact over gehad. Hij is ook de langstudeerboete ooit ingevoerd. Daar kwamen enorm veel studenten toen ook naar boven drijven. Die om financiële redenen dan ook contact moesten zoeken. Maar altijd als wij dat doen en die studenten proberen te benaderen, dan krijg je ze, niet in je kamer. Ja. Dus de studenten dat we... Maar dat doe je ook veel te laat nemen, Kijn, als je pas bij een langstudeerrapportage op zoek gaat naar Job. Maar dat heeft destijds trouwens wel heel veel opgeleverd. Dat is destijds ingevoerd en toen weer teruggetrokken vanuit de politiek. We hebben een hele drukke zomer gehad in het hele land, herinner ik me nog. Maar dat heeft wel ook wat alertheid gebracht op dat onderwerp. En wat ik destijds, wat ik sindsdien wel zie, is dat opleidingen dit proberen. Dus inderdaad contacten te leggen met studenten die al lang bezig zijn. Maar heel veel studenten, het is moeilijk om studenten te bereiken. Dat is wel wat ik vanuit de faculteiten veel hoor. En om even terug te komen bij je vraag. De studenten die ik zie zijn wel studenten die een aanleiding hebben om naar mij toe te komen. Mm. En dat kan ook een financiële aanleiding zijn. Mm. En wat ik zelf heel erg merk is op het moment dat iemand bij mij is en ik ben in gesprek met een student, vraag ik wel heel erg door over situaties. Dus in het begin kun je iets regelen. Je hebt een concreet verzoek hebben ze. Dat handel je af en dan is eigenlijk het gesprek afgelopen. En dan ga ik toch nog even door. Of iemand staat al bijna in de deuropening. En dan komt het. En dan gaat iemand zitten en dan komt er toch meer uit. En daar ontstaan inderdaad die langlopende trajecten dan. Dat ik inderdaad wel mensen langere tijd volg en ook wel lijsten bijhoud van studenten waarvan ik weet dat zij kwetsbaar zijn, om hen ook in het zicht te houden. Want dat is toch, zeg maar, met de studentenaantallen die wij hebben, lastig. Zowel bij de opleiding, ik werk centraal, als centraal om mensen erbij te houden. Misschien mag ik daar nog even op aanvullen, want het is wel mooi wat je vertelt. Elke hogeschool of universiteit heeft natuurlijk langstudeerders. Ja. En dat drukte ook het studierendement. Hè? Dus in die zin is het bruggetje met studiesucces dan weer gelegd. En waar ik naartoe wil, is dat ik ook met heel veel opleidingen daarover heb gesproken. Hoe groot is jullie percentage langstudeerders? Nou, heel veel docenten zelf weten dat eigenlijk niet. En als dan de vraag is van wie is er nou verantwoordelijk voor dat zij nog aangehaakt blijven, ja, dan wordt er heel snel naar een SLC'er gekeken. Maar voor de rest eigenlijk niet zozeer. En als mensen zich uitschrijven, dan vraag ik ook altijd, tenminste uit onderzoek wat ik nou doe, is wat zijn de redenen van uitval? Mm. Waarom zijn ze gestopt? En dan zijn de administratiegegevens vaak heel erg vervuild. Dus eigenlijk, en daar dacht ik net, Samia had het er ook over van, ja, wil je in contact blijven, dan moet je ook die administratie heel goed hebben, zodat je weet wie je
bij de lurven moet pakken. Ja. En je moet het ook in instantie als opleiding en als team jouw verantwoordelijkheid vinden. Ja. En niet die ene SLC voor een hele groep, maar ja. Elke docent. Ja. Nou ben ik in september met mijn onderwijsmaster begonnen om mijn lesbevoegdheid te halen. En wij hebben ook een studieloopbaanbegeleider. En die zei aan het begin van het studiejaar, het is vraaggestuurd. Oh ja. Als jullie iets hebben, dan weten jullie mij te vinden. Ik zit daar en daar. Ik ben altijd te bereiken, maar het is wel vraaggestuurd. Ja, dat is het hele, eigenlijk wel het hele pijnpunt in het hoger onderwijs. Is er is heel veel hulp beschikbaar. De instelling doen heel veel, maar de student moet komen. Ja. Dat is ook wel, vind ik, een overtuiging van in het werkveld. Hè, van het zijn mensen boven de 18, ze zijn zelfstandig. En wat ik zie is dat heel veel... Formeel volwassen. Formeel, ja. Formeel volwassen. Ik zie, mensen zijn daar natuurlijk nog niet op die... En voor iedereen is dat ook anders. En het dragen van ongemak in het leven zijn wij... hebben we ook niet geleerd. Zeker in... Nou ja, met sociale media is er denk ik toch ook wel iets veranderd aan de verwachtingen die studenten van zichzelf hebben en... Waarvan zij denken dat de omgeving die van hen heeft, dat heeft die druk eigenlijk heel erg verhoogd. En het contact met de werkelijke wereld, ook werkelijk onderling, hè, sociale contacten in een ruimte, daar is iets in verstoord. En het verdragen van eigenlijk normale gevoelens, normale verdriet, angst, teleurstelling, dat soort zaken, wordt toch wel heel erg weggedrukt. Daar wordt weinig over gesproken. En ik denk dat wij in het onderwijs daar actief met elkaar het over moeten hebben. En dat docenten daar ook een belangrijke rol in kunnen spelen. Door ook hun ervaringen te delen. Ja. Dat het leven... Het is ook wat Ellen zegt. Ups en downs gaat. Je bent 18, dus formeel volwassen. Dus dan ben je zelfstandig. Ja. En dan moet je het ook gewoon zien te redden. En dat is waarom die uitspraak mij zo raakt op dat moment van het is vraaggestuurd. Ik ben al even geen 18 meer. Maar die zitten wel bij mij in de collegebank. En daar moest ik zo aan denken van, goh, je zal toch ergens mee zitten. En dat je dan, want vragen is ook al een enorme stap. Alle associaties. Er is net een heel groot project afgerond rondom nudging. Mm-hmm. Hè, van hoe kan je studenten nou zodanig aanmoedigen actief te studeren dat helpt. En nudging, docenten ontwikkelen dan zelf nutjes. En een van die nutjes was het stimuleren van vragen stellen in de klas. En wat er gedaan is was ook in coronatijd... Men moest ook als docenten online. En er is onderzocht dat als je achter je op de dia, gewoon als je zelf in beeld bent, zet van, heb je een vraag? Stel hem of zet hem in de chat. In die situatie stelden studenten significant meer vragen. Echt, en dat leidde ook tot betere resultaten. Ja. Dus dat zijn kleine nutjes die je dus gewoon eigenlijk... Daar dwing je niemand mee. Studenten houden de keuzevrijheid, maar het moedigt aan. Je biedt een open platform als het ware van, stel gerust je vraag. Ja. Ja. Rick, ja? Valt er beleid te maken op scholen om hier beter mee om te gaan? Zoals het nudgen, zoals het proactiever als DK en een begeleider optreden? Ik denk wel dat het mogelijk is. Je hebt het dan net over een SLC'er gehad en... Die zegt van, ik werk heel vragengericht. En het idee van, je bent 18 of ouder en je moet je eigen boontjes kunnen doppen. Dat kan ik begrijpen, zo'n instelling. Ik heb een tijdje geleden ook onderzoek gedaan naar studiestakers en naar blijvers. Mm-hmm. Met een migratieachtergrond. En vergeleken waarom blijven studenten en waarom stoppen sommigen mee. Die zeiden dus ook van het is heel moeilijk om je verhalen te vertellen. En de drempel naar een studieadviseur, die is ook hoog. Ja. Ja, dus sommigen zeiden van ik weet niet eens waar hij of zij zit. En vaak als ze dan in contact komen, en Ronk, ik denk dat jij ook die ervaring hebt, dan is het vaak al te laat. Weet je, dan zijn studenten eigenlijk al weg. Maar wat we dus wel zagen, want ik heb ook gekeken naar opleidingen
waarbij studenten met en zonder migratieachtergrond weinig verschillen in studiesucces. Wat heel uitzonderlijk is, omdat je ziet dat studenten met migratieachtergrond vaker langer over de studie doen, meer uitvallen. Maar er zijn dus opleidingen waarbij de kansen op succes voor die beide groepen vrij gelijk zijn. Er zat één opleiding bij en er waren die studieadviseurs waren veel actiever. Mm. En die zeiden dus niet zo van, ja, ik zit hier en kom er naar me toe als er wat is. Yeah. Nee, die plannen gesprekken in met al hun studenten. En dus niet alleen studenten met wie het slecht ging, maar ook met studenten met wie het goed ging. Wat je wel kunt zien als een soort betrokkenheid vanuit de opleiding naar hun student toe. En blijkbaar draagt het er wel toe bij dat studenten zich ook, ongeacht hun migratieachtergrond of niet, zich toch ook wel meer thuis voelen daar. Ja. Ik denk, ja. Dus toch die proactieve houding in plaats ja, van... Ja, die proactieve je weet houding. Waar ik zit. Ja, ja. Als je een vraag hebt, dan zie ik je wel binnenkomen. Ja. Ja. Echt de tijd nemen voor mensen. Want ik merk dat... En dat is ook in het onderwijs. Alles moet in de hoofd... Wat nodig is ook om tot de kern te komen, neem ik aan. Omdat iemand niet meteen het hele verhaal bij je neerlegt. Ik merk gewoon dat er altijd met tijdslots van een half uur bij ons bijvoorbeeld wordt gewerkt. En... Ik loop altijd uit, dus dat weten mensen dan ook bij deze. Maar je moet echt tijd nemen voor mensen. En ook in het onderwijs lijkt mij, ik geef geen les behalve dan inderdaad groepen. Echt tijd nemen om iemand aan te kijken en echt contact te maken. Zeker omdat heel veel mensen natuurlijk ook op schermen zitten en niet meer ook elkaar in de ogen kijken. Ja, dat klopt helemaal. Je moet er tijd voor nemen. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, ik kan het wel makkelijk zeggen. Hè? Ja. Maar er werd ook al een paar keer gezegd van ja, dat hoger onderwijs, het is de afgelopen decennia zo massaal geworden. Ja. De beheersbaarheid en controleerbaarheid... Bijna niet meer te doen. Nee, dat is belangrijker geworden dan, heb ik het idee, dan dat je kwalitatief goed onderwijs geeft. Jij noemde het ook al, rendementen. Ja. En daar gaat het om. En er wordt, ik zie wel een kentering om. Maar een tijdje is het zo geweest dat het rendement belangrijker was dan te denken vanuit het perspectief van studenten. Ja, je had ook wat plaatjes meegenomen. Ja, Ellen, waar wil je mee beginnen? De eerste? Ik wilde je een voorzet geven, Ellen. Ja, nee, heel goed. Ja, Rick, het is eigenlijk ook geënt op jouw oefening, wat je ooit destijds hebt gedaan. Dit zijn twee afbeeldingen eigenlijk. De eerste, of rechts, is even de afbeelding van het rapport Grip op Studiesucces, wat ik samen heb mogen schrijven met een aantal collega-onderzoekers. Yeah. En de aanleiding voor deze hogeschoolbrede studie was het linkerplaatje. En daarin zie je een paar lijnen. De rode is het P-rendement van studenten HR-breed. Nou, je ziet dat het bedroevend laag is, eigenlijk 25 in 2013 en dat stijgt naar zo'n 30, iets boven de 30 in 2017. Dus in 5 jaar is dat gestegen, iets. Maar er zijn 2 opleidingen, COM en IPO, die het heel veel beter deden vanaf 2015. En dat was voor het CVB de reden om aan te zeggen van ja, dan gaan we... Oh ja, nou, de vraag is dus... Wat deden die 2 opleidingen nu? Zij hebben hun BSA verhoogd naar 60 punten. Dat is het maximale wat we kunnen vragen van studenten. We kennen al die afkortingen niet. Oh, oké, pardon. De BSA is het bindend studieadvies. Heel goed. Helemaal mooi. Ja. Ja. En de P is propeduizen, neem ik aan. Wat is het BSA? Ja, de P is propeduizen rendement. Oh. Alle afkortingen, Ellen. HR is... HR, dat is Hogeschool Rotterdam. Dat is dus voor de hele hogeschool is dat... ik ken deze plaatjes inmiddels goed dat jullie interesseren. Wat ik wil aangeven, het propeduizen rendement was eigenlijk heel laag, al jarenlang. 2 opleidingen zijn erin geslaagd om dat echt aanzienlijk te laten stijgen. Dat was voor het... ons college van bestuur een reden om te zeggen... we gaan hogeschoolbreed dat binnen het studieadvies op 60 punten zetten. Waarvan de CMR zei, Centrale Medezeggenschapsraad... nee, dat kan niet, want alle opleidingen zijn verschillend... en opleidingen kunnen dat niet allemaal zomaar. Dus, er moest een onderzoek komen en dat is dat rapport geworden. Als we dan naar een volgend plaatje gaan... dan zie je nog een paar staatjes...
van diezelfde opleidingen. Mm-hmm. Waarbij links zie je dat de uitval heel erg is gedaald van IPO. Dat is de opleiding industrieel productontwerpen. En bij COM daalde het iets minder, maar toch ook op een aantal jaren wel. COM staat voor commercieel management. Dat is een economische opleiding. En de BSA daalde ook. Dus dat studenten verplicht moesten vertrekken, omdat ze minder dan 60 studiepunten haalden. Wat kenmerkt nou die goede opleidingen? En dan mag die door naar het volgende plaatje. Dat zijn drie grote uitgangspunten. Het organisatie van het curriculum. De inhoudelijke doelstelling van een opleiding. En een pedagogisch-didactische aanpak. Waarbij het juist gaat om de binding van studenten op de inhoud. En dat zeg ik even met nadruk, omdat het niet binding met studenten van, oh, je bent lief en aardig en we doen ons best voor jou. Nee, wij binden jou op de. We gaan een binding aan omdat jij voor deze opleiding hebt gekozen. Die vind je blijkbaar interessant. Ik als docent vind het ook reuze interessant, want ik weet er heel veel van. En op die manier, via de inhoud, praat je met elkaar. En dat als je dat heel geregeld en vaak doet, in kleine communities, want daarom heet het ook een opleiding COM, die hebben kleine communities gemaakt met heel erg praktijkgerichte opdrachten, waarbij studenten echt samen aan de bak moeten, dan creëer je die binding. En dat heeft geleid tot hele hoge resultaten. En dat was niet alleen maar, want ik heb het natuurlijk ook nog doorgetrokken, niet alleen die P-rendementen bleven hoog, maar ook het diploma-rendement was echt aanzienlijk gestegen. Van 30-40% naar 60-70%. Dus het kan. Alleen het vraagt wel een investering van je onderwijs, van je team, van onderwijskundig leiderschap enzovoort. Ja, ja. En volgens mij was er nog één pleitje. Ja, dat is de volgende. Ja, dit is een hele essentiële, vind ik zelf altijd. Dat is eigenlijk de pedagogische driehoek waar het hele onderwijs op draait. Of op drijft, moet ik zeggen. Dat is aan de ene kant linksonder, zeg maar, de docent. Die komt van alles vertellen of die is expert in een gebied. Je hebt de student die zich interesseert in, nou ja, dat gebied, de zaak bovenin. Die docent die kan natuurlijk gewoon gaan zitten vertellen en oreren en over de hoofden heen als het ware vertellen. Maar juist die relatie, die onderste lijn, die bepaalt of studenten zich aangesproken voelen. Dus ik krijg nu ook de neiging om al de zaal in te kijken van hoe is de reactie, maar ik zie niks. Maar ja, je kunt alleen maar iets zien als docent, als studenten het snappen, als je met ze interacteert en navraagt en doorvraagt en opdrachten geeft waarbij die interactie constant centraal staat. Ja. Dus volgens mij zouden we ons onderwijs kunnen veranderen waarbij het veel meer kwalitatief gaat om de samenwerkende interactie. Ja, dit is, ja, de persoonlijke is echt, connectie. Ja. En, ja. We hebben naast jullie hebben we ook nog andere onderwijsinstellingen gevraagd. En die zijn met een anonieme inbreng gekomen. Omdat die dan toch, zich toch niet veilig genoeg voelde, denk ik. Of niet met naam en toenaam wilde reageren op hoe zij omgaan met pretent studenten. Ik ga er twee voorlezen. Misschien kunnen ze ook geprojecteerd worden. Ah, oké, ja. Dat is een goede aanvulling. Als studentendecanen spreken we ook studenten die wel als student zijn ingeschreven, maar die niet feitelijk studeren. Soms ook terwijl de naasten van de student het niet weten. Het niet studeren kan allerlei oorzaken hebben. Met studenten bespreken we de persoonlijke omstandigheden en we verwijzen indien nodig naar bijvoorbeeld huisarts of studentenpsycholoog. We hebben als studentendecanaat geen beleid met betrekking tot pretent studenten. En het kan zijn dat de opleidingen zelf hier wel afspraken over hebben. En de tweede is van de fusie-ik. De studieadviseurs hebben de contacten met de studenten over hun voortgang op onze universiteit. We hebben een aantal jaar geleden Pick Up the Pace opgezet om langstudeerders op te sporen en een studietraject aan te bieden. Als studenten dan niet reageren, dan vinden we ze eigenlijk niet meer. Soms zijn pretent studenten ook niet ingeschreven. Mocht het voorkomen, dan werken we op de VU samen om deze persoon zo goed als mogelijk te helpen en te begeleiden. Wij kunnen helaas niet aanwezig zijn. Mochten er studieadviseurs belangstelling hebben, dan zullen zij zelf contact opnemen, was hun reactie. Hier ook weer over de langstudeerders, waar jij het ook over had, Romke. Maar
ook vooral het kunnen doorverwijzen naar een studentenpsycholoog of een huisarts. Maar ik haalde niet heel erg uit dat er nou heel erg veel beleid op zit. Van als iemand hiermee komt, dan gaan we dit en dit en dit doen. Ja, dat is denk ik ook omdat het toch wel heel erg vanuit de organisatie en vanuit bestaande structuren wordt gedacht. En toevallig hadden wij vandaag op werk, heb ik met mijn collega's ook wel even over gehad. En mijn visie, maar ook van veel van mijn collega's, is dat er zit zoveel fundamenteel in het systeem niet goed. Eigenlijk ook door de massaliteit, die de enorme groei, de studentenaantallen. Dat er gewoon echt de boel eigenlijk op de schop zou moeten gaan. En toch terug naar meer kleinschaligheid en directe verbindingen. We hebben nu geloof ik 32.000, 33.000 studenten. Toen ik destijds begon waren het er 17.000. Het groeit maar en het groeit maar. En het is daarom begrijpelijk dat opleidingen natuurlijk heel erg eigenlijk vuurtjes blussen via systemen. Inderdaad, mensen toch in zicht proberen te houden. En dat eigenlijk alles wat erbuiten valt, probeer je op te vangen. Het is eigenlijk door die grote schaal die we hebben, is dat lastig. Ja, maar hoe kunnen we daarvan weggaan en dus niet alleen vuurtjes blussen, maar ook echt... Ja, structureel. Stappen zitten richting persoonlijk contact, richting de community. Ja, ik denk waar Ellen het over heeft, jij het ook heeft. Eigenlijk is er een grote verandering nodig. Het is heel massaal geworden en het hoger onderwijs. En je moet naar die kleinschaligheid gaan. Ook om die verbinding tussen studenten, maar ook tussen studenten en docenten sterker te maken. Om studenten ook bij de les te houden. Om ervoor te zorgen dat ze dus niet uit het zicht verdwijnen. Vanuit mijn werk, ik gebruik dan vaak het concepten die ook academische en sociale integratie heet dat. Is van Vincent Tinto uit Amerika. Het bestaat al heel lang, 76 is hij geloof ik, in 1976 heeft hij dat benoemd, dus het is heel lang geleden. Naar mijn idee werkt dat nog steeds en het wil eigenlijk zeggen, als je gaat studeren dan kom je in een academische wereld terecht en dan gaat het vooral om het proces van leren, maar je hebt ook een sociale kant en het gaat meer om het proces van vrienden maken. En als je dat sociale en het academische proces, als dat goed gaat, dan heb je een hogere kans op blijven. Maar als er iets verkeerd in gaat, dan verhoog je de kans op uitval. Dus binding is heel erg belangrijk. Dat je studenten weet te binden, dat ze zich kunnen integreren in het systeem. Als je dat voor elkaar weet te krijgen, dan werkt dat goed voor studenten. En daar zit die kleinschaligheid. En voor alle studenten? Of als je naar afkomst kijkt, bijvoorbeeld die eerste generatie studenten? Ja, is een goede vraag. Moet daar ander beleid voor worden gemaakt? Nee. Ik denk het niet. Uit mijn onderzoek blijkt, als je die kleinschaligheid hanteert, hè, en ervoor zorgt dat studenten netwerken krijgen die functioneel zijn. Dus niet alleen van leuk dat we elkaar kennen. Maar jij weet wat de tentamen straks wat er belangrijk is. Hè? Dus dat heet sociaal kapitaal. Als je zo'n leeromgeving weet te creëren, dan is dat goed voor alle studenten. En dat is wel grappig dat je dat ook zegt. Want toen ik mijn proefschrift ging verdedigen, een heel wat jaren geleden, toen werd er ook aan mij gezegd zo van, is het nou specifiek of is het nou algemeen waar je het over hebt? En ik heb het eigenlijk over algemene uitvoering van onderwijs. Maar dat moet wel goed gedaan worden. Yeah. En pas als je dat doet, dan kun je iets speciaals gaan. En kunnen onderwijsinstellingen nu al aan de slag met waar we het hier allemaal over hebben gehad? Of zit er ook nog een rol voor een ministerie bijvoorbeeld om dat aan te jagen? Of hebben onderwijsinstellingen alle middelen en alle ruimte om met dit soort zaken aan de slag te gaan? Ik kijk even naar de overkant, want dat weet ik, ik niet. Ook om te inventariseren van, is het alleen aan de onderwijsinstellingen of hebben we van andere stakeholders ook nog wat nodig? Ja, dat denk ik wel. Ik,
In de groei van die studentenaantallen is de financiering alleen maar gedaald. Ja. Mm-hmm. En het probleem zit hem in. We hebben met die coronagelden hebben een bak geld gekregen voor studentenwelzijn. Waar van alles mee wordt gedaan, maar dat zijn tijdelijke gelden. En wat er gewoon nodig is structurele gelden, zodat er genoeg docenten zijn. Zodat er ook genoeg fysieke ruimte is om studenten te ontvangen en inderdaad meer met elkaar te laten leren. Het zit hem echt in die structurele bekostiging dat er van het personeel. En ik geloof niet dat dat op orde is. Nou, wat structurele bekostiging betekent ook dat je structureel dingen kunt veranderen. Sorry? Als je structureel bekostigd wordt, geldvreemd, dan kun je dingen ook structureel veranderen in plaats van dat het maar korte termijn is. Ja. En langdurig al die korte aanstellingen van docenten, dat is natuurlijk ook al jarenlang een probleem. Ja, misschien hebben ze meegekeken. Ellen, wat is jouw oplossing zo richting de toekomst? Nee, eigenlijk twee richtingen. Aan de ene kant wou ik nog aanvullen van de Onderwijsraad. Pleit er nu ook voor, hè, van ministerie, maak nou niet steeds een 4-jaren beleidsplan, maar trek het door naar 10 jaar. Mm. Want dan kan je echt een soort masterplan maken om goed na te denken van. En daar de financiën aan koppelen. Ja, en daar de financiën aan koppelen. Ik ben zelf eigenlijk ook wel van het beleid, hoe minder geld, hoe beter we moeten kijken wat er nodig is. En dan kom je tot de kern van het onderwijs. Mm. En dan moet je gewoon verbeteren, kwalitatief. En nu is het steeds maar meer, meer, meer. En meer docenten wil niet zeggen dat het onderwijs ook beter wordt. En ik neem wel, daar ga ik ook van uit dat hoe meer docenten er zijn, hoe kleinere groepen we kunnen maken. Maar dan er zijn van die grafieken hoeveel studenten onder één docent vallen. Yeah. En als je daarnaar kijkt, dan denk ik, het is enorm. Het is wel te begrijpen dat mensen makkelijk uit zicht. Het ratio is wel heel erg scheef. Maar dat is één lijn. Maar ik wou nog even terug naar het begin eigenlijk. Want ik was heel erg gefascineerd door het verhaal van Job. Waarbij ik. Oh ja. Dat is zeker een idee. Dat is het volgende onderdeel van de avond, meneer. Dat is het volgende onderdeel van de avond, had ik al aangekondigd. Maar goed dat u daar weer over begint. Ellen. Want we hebben nu steeds aan de onderwijskant. Maar ik, dat raakt ook een beetje met die driehoek, die pedagogische driehoek. Ik vraag me ook wel eens af, hoe worden jongeren, de huidige studerende generatie, hoe staan die in contact met ouders en met broers, zussen en... Ik bedoel, wordt daar niet doorgevraagd en is het niet ook een kwestie van een dusdanige identiteit opbouwen dat je het aandurft om falen toe te geven? Hè? Gewoon te zeggen dat iets niet lukt. Falen, dat klinkt ook nog weer zo zwaar. Nou, iets lukt gewoon. We hebben heel veel studenten in de zaal, dus wellicht dat er een aantal zo op die vraag antwoord willen geven. Ik ga jullie voor nu bedanken, Ellen, Ronke en Rick. Ja. Dank voor jullie bijdrage. En ik ga jullie vragen om weer plaats te nemen in de zaal. Want het volgende onderdeel is de interactie met het publiek. Maar we gaan even eerst terug naar Job, Samia en Thomas. Daar zit je om te kijken wat hun reactie is op de professionals. Nu moet ik... Nu mag je reflecteren. Ja, dan mag ik. Ja. Ja. Nou, het is heel bijzonder en heel, heel gaaf om te zien dat er dus... En ik kan me dat ook heel goed voorstellen, dat er vanuit universiteiten ook gewoon echt heel veel wordt gedaan. Maar wat Romke en eigenlijk iedereen zegt, die studentenaantallen die zijn zo ontzettend gegroeid dat het gewoon niet meer bij te benen is. En ik denk dat je dan zeker in die grafiekjes met algemeen beleid er wel voor kan zorgen dat in algemene zin die percentages van mensen die hun binnenstudieadvies halen en die hun diploma halen, of mensen die niet uitvallen, dat je die kan beïnvloeden. Maar dat je met algemeen beleid er niet voor kan zorgen dat een individuele student met individuele omstandigheden niet gaat liegen over zijn studie. Of dat die sneller wordt gevonden. Dat denk ik niet. Ja, goed. Thomas, community idee is goed gevallen. Ja, gelukkig. Ja. Ik wou zelf nog wel even iets kort zeggen, want
er wordt natuurlijk heel erg, er was net heel veel gesproken over van de hulp is er eigenlijk, de studieadviseurs die zijn er. Maar op een of andere rare manier weten we ze niet te bereiken. En dat hebben we met Fris gedacht. Dus hebben we heel veel samengewerkt, ook met hogescholen, met universiteiten. En dan zagen we altijd van, ja oké, de hulp is er wel, maar die wordt op zo'n kromme manier vaak gecommuniceerd, dat die als student, nou, of wel te vinden is misschien, maar dan totaal niet aanspreekt en totaal de plank mislaat. En dat heb ik zelf persoonlijk ook ervaren en huisgenoten van mij ook. Dus om een heel kort voorbeeld even te noemen, in Groningen Universiteit is toen hadden ze werkplekken voor studenten. Die waren massaal beschikbaar, maar niemand kwam er naartoe. Mm. En toen was ook de vraag aan ons van, hoe kan het toch? Ja. Ze willen toch studeren, het is toch verschrikkelijk in de kamer. En toen bleek dat ze het hadden gezegd van de werkplekken voor de kwetsbare student. Oh. En toen zei ik van, ja, misschien moet je dat eerst even nadenken over hoe je het dan naar de student brengt. In de markt zet. Ja, ja, en toen zei ik van, probeer dan anders niet zoiets als de kwetsbare student waar niemand zich toch mee wil identificeren. Maar zeg dan bijvoorbeeld van, ben je je laptopscherm een beetje zat, wil je even lekker studeren, kom dan hier zitten. Dus dat hebben ze aangepast en echt binnen de volgende dag zaten al die plekken vol. Dus dat is denk ik wel een belangrijke takeaway ook nog. Nou, dankjewel. Even kijken naar de rest van de zaal. Wil iemand reageren op de vraag van Ellen? Hoe de relatie is met ouders en familie en naasten? Wordt er gesproken over studie en studieresultaten? En studietwijfels? Ja, daarachter, Lola. Nou, ik ben zelf student. Psychologie ook. En mijn moeder is pedagoog en mijn zus ook. Dus wij zitten, hebben het er ook wel eens over gehad. En ik merk dat ik zit zelf bij een studentenvereniging en dat het ook heel erg speelt. Dus dat wij met ons huis zelf dan ook een puntencheck hebben en dat soort dingen. Maar ik had dan meer de vraag aan Job van, heb je eigenlijk nog ooit gehad dat je, ja, wat eigenlijk dus al was gevraagd, maar heb je ooit gehad dat je dacht, oh, dat had misschien iemand mij nog kunnen bieden of iets wat ik eigenlijk wel fijn had gevonden in die tijd? Job, heeft iemand iets laten liggen? Ja, dat is eigenlijk wat ik eerder al wel zei, dat ik niet echt er heel erg van weg wil blijven om iemand ook maar de schuld te geven hiervan, omdat het uiteindelijk bij mijzelf ligt. Maar wel twee algemene dingen is dat ik dus wel vind dat er dus zo'n anonieme mogelijkheid om te praten, dat je dat onder de aandacht brengt. Dat is denk ik één ding. En misschien veel breder, en dat is wat Ellen al zei, dat we überhaupt een gesprek over falen of mislukkingen in je leven gewoon ontzettend moeilijk vinden. Mm. En als we daar, nu wordt het een enorm kumbaya verhaal, maar met z'n allen eerlijker over zijn, dat je ook al iemand iets kan bieden. Dus wat die zus van Annette zegt, hoewel je dus niet de schuld moet geven van, ja, jij was zo succesvol en daarom heb ik over mijn studie gelogen. Maar als ik ook inderdaad dingen had gedeeld, misschien was het dan wel voor mijn broer makkelijker geweest. Ja, dankjewel. Dat is de moeder, toch? Ja. Ik ben studiekeuzeadviseur, dus ja. Ik heb er veel mee te maken. En ik hoorde iemand zeggen, inderdaad, je opvoeding, je ouders, mm-hmm. Het contact met je ouders. En dat zeg ik ook heel vaak tegen ouders zelf. Van, ga het gesprek aan, weet je. En niet van hoeveel punten heb je gehaald, maar hoe gaat het met je? En wat beleef je? En wat ervaar je? En wat voel je? Wie zijn je vrienden? En niet alleen maar over die studie, want dat hoor ik ook heel veel. Ouders die echt, ja, alleen maar naar resultaten vragen. Heel bezig zijn, en ik hoorde het ergens ook al met prestatie. Wat op zich ook weer logisch is, want je kind is aan het studeren. En je denkt van, nou, toen ik in een studentenhuis woonde, hadden we een telefoon, één telefoon. En als een ouder belde, gilde het hele huis. Ja, hij heeft zijn toets gehaald of zij heeft zijn toets gehaald. Zo van, weet je, het deed er niet toe. Maar thuis had ik wel gesprekken met mijn ouders erover. Wat vind je van je studie? En dus het, weet je, dus ik denk ook het contact met je ouders. Of ouders, heb contact met je kinderen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En hoe gaan studiekeuzegesprekken tegenwoordig? Is dat ook heel erg veranderd? Is het heel erg gericht op prestaties?
Nou, ik vond het wel leuk dat... ik ben even jouw naam vergeten, maar die zei je moet de tijd nemen. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Want je hebt heel veel... we hebben heel veel decanen uitgenodigd en hebben gezegd van ja, kunnen wij met jullie op die manier samenwerken? En dan zeiden ze nee, maar we hebben iets. En dat is in een... kinderen hebben 10 minuten een testje en een half uur is het klaar. En wij zeiden ja, bij ons duurt het 3 uur. Ja. Maar het duurt 3 uur omdat je ook het gesprek echt aangaat. Nou ja, en omdat het ook over iets gaat. Ja. In plaats van een half uur. Wie nog meer? Ja, daar. Er zijn. Vragen, ervaringen? Ja, we hebben het best veel gehad over dat er voor studenten een community moet zijn. Ja. En, misschien ligt het aan de bubbel waarin ik leef, maar de meeste gevallen waarvan ik weet dat ze pretend student waren, zaten juist bij een studentenvereniging. Mm-hmm. En ik vraag me af of er door studenten onderling niet een te grote druk wordt gecreëerd om naar ieder feestje te komen, naar elke borrel te komen en dat te combineren met studeren, wat soms eigenlijk gewoon niet te doen is. Ja. Nou, geef daar meteen antwoord op, want je woont in zo'n studentenhuis. Zetten jullie de druk heel erg op elkaar? Als iemand een keer daar niet nou, is? Ja, ik zelf niet, maar dat, tenminste dat zeg ik nu. Maar ik denk wel dat als ik om me heen kijk, dat dat wel heel veel gebeurt. Dat studenten elkaar verplichten om meerdere keren per week te borrelen. En ik hoorde net ook puntenlijsten laten zien. Dat is dan wel inderdaad eigenlijk het om dat weer een beetje tegen te gaan dat het gebeurt. Maar ik denk allereerst dat die sfeer wordt gecreëerd binnen studentenverenigingen ook. Ja, en dat je er zelfs in een community heel makkelijk pretent student kan zijn. Ja, ik heb hier een dame daarvoor, Lola. Ook student. Ja, nou, we hadden het er uiteraard voor de aanvang van deze avond even over van hoe het nou zou kunnen komen. Maar ik denk ook wat jij zegt over de druk die we dan in binnen studentenvereniging elkaar opleggen. Ik ben ook lid van een studentenvereniging en ik denk eigenlijk vanuit mijn perspectief dat we het allemaal heel erg zelf doen. Mm-hmm. Want je zegt niet zo snel, ga nou mee, want als jij niet meegaat, vind ik jou stom. Yeah. Maar je denkt heel erg zelf van, als ik niet meega, vinden ze me stom. Maar yeah, zo vaak wordt dat niet gezegd. En natuurlijk kunnen we er vanavond niet allemaal gaan achterkomen van, waarom doen we dat nou? Maar dat vind ik meer het hele interessante van, wat is er gebeurd in de maatschappij, dat we allemaal denken wat we al wel niet... En denk je dat er echt ruimte is in zo'n studentenhuis om dit soort gesprekken te gaan voeren met elkaar? Nou, ik denk dat iedereen op het moment met zo'n leeftijd en zo'n breed netwerk vooral heel erg met zichzelf bezig is. Ondanks dat je hele goede vrienden hebt, maar iedereen ja, heeft een beetje zijn eigen pakje aan. En ik denk dat je daar toch iets te veel mee bezig bent om misschien echt om te kijken naar een ander. Maar ik weet het niet. Ja, want het lijkt mij dat het gaat met niemand echt altijd goed, toch? Met geen enkel student. Elk student heeft wel eens iets of haalt een slecht cijfer in plaats van al die mooie cijfers achter elkaar. Dus iedereen zou wel eens iets hebben om over te praten met elkaar. Maar dan moet er dus wel de ruimte voor zijn. Ja, even eerst. Ja, of ga jij maar eerst inderdaad, studentendekaan. Nou, is hij uitgezet? Nee, staat dus goed aan. Oh. Ja. En het kunnen verschillen van mening, onbehagen en inderdaad dingen bespreekbaar maken. Dat is natuurlijk eigenlijk een maatschappelijk thema, maar ook iets wat ja, onderling veel meer moet gebeuren. En dat mensen het heel lastig vinden om anders te zijn, om af te wijken, om niet te voldoen aan verwachtingen. En dat zit toch heel erg in iemand ook, omdat dat aangeleerd of toch ook aangeboren is misschien, om daarover te spreken dat we dat allemaal hebben, dat we allemaal het lastig vinden en je ziet dat niet aan de buitenkant. Dus we moeten het daarover spreken. Ja, ik kom zo bij jou, Rick. Even eerst, ja, daar is de microfoon. Hey, ik had net werd er gezegd dat het grootschaligheid in de hoger onderwijs een factor is waardoor er meer pretentstudenten kunnen komen. Yeah. Ik kom zelf van een kleine hbo-opleiding. En daar ben je niet anoniem. Nee. En hoe ik dat heb ervaren is dat... Ik heb juist dat heel als negatief ervaren. Oh.
omdat juist omdat alle docenten je kennen en als je dan iets dan niet goed hebt gedaan, dan weten alle docenten dat dan ook dat, weer druk oplevert. Ja, dat is ook dat ik ook niet naar de studenten denk aan mag gaan of niet in gesprek waar gaan met de docenten, want die kijken eigenlijk allemaal met dezelfde blik naar jou toe. Mm-hmm. Zo heb ik dat ervaren. Dus er zitten ook valkuilen in het kleine. Het kleinschalige. Ja. Ja. Ja, ja, goed dat je dat opbrengt. Rick, zag ik nog geloof ik hier met een vinger. Waar wilde jij op reageren? Ja. Nou, ik vind die nuancering in de eerste plaats heel erg mooi. Van de community leuk, weet je. Maar wat wordt er besproken in de community? Komen de dingen te sprake waardoor je minder pretent student hoeft te voelen? Kleinschaligheid is ook niet echt een zegen in alle gevallen. Denk ik. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat... Dat we die nuance erin houden. Die nuance erin te houden. En dat gesprek met die ouders, daar ben ik het helemaal mee eens. De vraag is alleen of ouders en kind dat gesprek met elkaar kunnen voeren. Als je uit een milieu komt waar studeren gewoon is, dan kun je dat gesprek denk ik makkelijker hebben. Als het niet zo is, dan zijn die ouders, tenminste uit onderzoek wat ik heb gedaan, die zijn heel erg gericht op die resultaten. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Ja. En er komt ook nog eens bij dat studenten eerste generatie, en dat zag ik wel terug bij studenten met een migratieachtergrond. Het hangt niet alleen maar, hun presteren is niet alleen maar vastgeklonken aan hun eigen presteren, maar het is ook, ze zijn een soort voorpost van de gemeenschap. Mm. Dus dat legt een hele zware verantwoordelijkheid op je. En is het ook moeilijk om te zeggen van ja, ik stop ermee. Dus dat speelt ook nog een rol. Zeker als je het over wat het bredere netwerk dan alleen school. Heel goed. Ik ga even eerst naar iemand. Ik wilde inderdaad inhaken op wat je net zei, want daar zat ik al. Het kleinschalige. Ik heb zelf 10 jaar gestudeerd toen dat begon. Voor een opleiding van 4 jaar. Dan was ik er nu waarschijnlijk al lang afgetrapt. Dat was je nu pas gesignaleerd. Elke student denk ik aan van de UvA en elke studieadviseur van mijn opleiding wel een keer gesproken, denk ik. En dat ging echt niet altijd goed. Maar in zijn algemeenheid vond ik het af en toe ook echt bevrijdend als er helemaal niemand was die zich druk maakte om mij. Mm. En als ik gewoon even alleen kon zijn en dat juist anders dan op de middelbare school, dat er niet mensen achter je aan zitten eigenlijk. Dat maar had je dan niet na een tijd ook niet het gevoel van jeetje, waarom houdt niemand zich met mij bezig? Ja, misschien. Ik had een heel goed contact met mijn ouders, denk ik. Dus dat helpt heel erg om soort van als een soort starter, dat zij je dan een beetje kunnen coachen in wie je dan inderdaad vragen moet stellen misschien. Maar gewoon in het algemeen meer kan die anonimiteit misschien of alleen zijn ook... Soms ook fijn zijn. Ja, ja. Gewoon een algemene opmerking. Ja. Ellen, jij wilde wat toevoegen. Ja. Ik had nog even een associatie met een tv-programma wat ik in aanloop hier naartoe heb gezien. En dat was door iedereen te zien, College Tour met Rin Wüst. Ja. Dat was van de week erop. En die zei iets wat ik heel frappant vond, wat hier ook eigenlijk op aansluit. Want de vraag was ook aan haar op een gegeven moment... hoe ging je met de druk om? Hè? Want ja, dan moet je toch presteren. En je hebt heel veel mensen in je kielzog. En toen zei ze van ja, dat was ook vaak heel lastig. Maar ze zei van, ik heb ondertussen ook geleerd, ook in haar traject met gesprekken met psycholoog, dat hoewel zij ervoor zelf voor koos om te schaatsen, dat als zij niet zou slagen in dat schaatsen en geen diploma's, gouden plakken zou halen, dan zou zij als mens nog steeds Irene Wüst zijn. Ja. En nog steeds liefgevonden en van gehouden worden. En dat vond ik zo'n krachtige uitspraak. Inderdaad, je wezen zou je niet moeten identificeren met je cognitieve prestaties. Nee. En daarvan denk ik wel eens van, hebben we daar wel eens het gesprek over? Van joh, dat wat jou wel of niet lukt. Het zegt misschien iets over je inzet, maar het zegt nou niet per se iets over jouw zijn en jouw wezen. Ja. Dus dat wilde ik nog kort. Kom zo, ik sluit af met jou, Job. Ik kom straks bij jou. Dus. Maar ik heb hier ook nog iemand van de afkortingen, toch? Ja, nu ken je ze allemaal, dus nu mag je het ermee gooien. Ja, ik heb een tijdje gewerkt als journalist voor het HBO en dat is echt een feest van afkortingen. Okay. In bubbel. Ik heb ook 10 jaar gestudeerd en ik heb een beetje soft gelogen dat je gewoon een paar maanden op familiefeesten denkt, laat ze maar hangen. Ja. Dus het is maar wel altijd de risico's.
En ik zat nu de hele tijd na te denken wat daar dan de oorzaak van kan zijn. En ik denk dat er, en dat miste ik soms een beetje, een soort zingevingsding is. Dat inderdaad, het is uiteindelijk in studeren dat je betaalt geld. En dan word je en wat zelfstandiger gemaakt. Ja. Dus je moet ook studenten loslaten. En als de maatregelen om studenten dan niet los te laten, zoals dat binnen een studieadvies, dat is vaak juist iets wat bijvoorbeeld Job dan weer tot liegen dreef. Dus ik vraag me af, jullie spreken wel nog steeds in termen van falen, succes. Terwijl het eigenlijk is het, je betaalt om te gaan snuffelen aan een absurd geavanceerde soort van, dit is de natuurkunde van sterren die hier een miljard mijl vandaan staan. Dit is de geschiedenis 2000 jaar geleden. Het is eigenlijk een debiel geavanceerde, dus het is een beetje kom snuffelen. Het is heel raar wat we hier aan het doen zijn. En als je dat niet meer leuk vindt, ga werken. Dus mijn vraag, om niet zeg maar degene met een opmerking te zijn, is aan Romke. Er is vaak een soort van dat jij denk ik moet zeggen van, hey luister, het stopt hier, je moet stoppen. Heb je ook vaak dat je studenten coacht dat je zegt, hey luister, je mag stoppen en ik ga jou helpen om ook tegen jouw ouders te zeggen, pap, mam, ik ga stoppen, wait, ik weet je, niet boos worden, want ik kan zelf uitleggen wat mijn motivatie is, wat mijn ontbrekende motivatie is. Ja. Doe je dat ook? Wat een goede vraag. Hier een studiekeuzeadviseur zitten. Ja. Dat het heel lastig is om een studie te kiezen en ook te weten wat dat dan gaat zijn. Ik heb soms wel na 2 weken dat iemand bij me zit en zegt, nou, dat had ik helemaal niet verwacht, dat het zo zou zijn. En het switchen van studie gebeurt ook best wel vaak. Ja. En, bij elk falen is het natuurlijk, leer je heel erg veel. Falen gebruik ik toch weer het woord. De vanzelfsprekendheid, daar moest ik net ook aan denken, dat als je VWO doet, dat je altijd naar de universiteit gaat. Wat is jouw plek in de wereld? Dat is een zoektocht. Dat is niet een paar tests doen en dan ben je daar. Nee, gaandeweg switchen, dingen veranderen. En ik sta ook op een punt waarvan ik, toen ik 16 was, dat ook niet had gedacht dat ik hier zou komen. Dus het leven is een zoektocht. En studie kiezen is niet heel makkelijk. Dus dat is een heel mooi punt. En altijd neem je weer iets mee waarvan je leert. En eigenlijk is het struikelen en weer opstaan is het mooiste van het leven. Hè? De weg ergens naartoe. En als we dat zouden kunnen leren, doorgeven aan elkaar, in plaats van, heel mooi dat je het zegt, succes, al die dualiteiten, falen, succes. Maar ik vond het wel echt een hele mooie suggestie om niet alleen te zeggen van joh, het is gewoon klaar. Maar ook inderdaad, ik ga je ook helpen. Ik ga je ook helpen om het aan je ouders te vertellen. Samir gaat veel voor HBO en WO, maar dit is natuurlijk ook allemaal op MBO-studenten toe te passen, toch? Ja, klopt. Het viel me al op dat er 3 mensen aan tafel zaten die van de hogeschool en van de universiteit zaten. Ik ben eigenlijk wel teleurgesteld dat het zo is. Maar dat komt ook vooral omdat bij een mbo-student merk je ook dat er meerdere factoren spelen. Het is ook zo dat op het moment dat een mbo-student niet altijd durft te zeggen dat hij een mbo-student is, omdat ze dus een bepaalde schaamte voelen, omdat ze dus worden gezien MBO in de maatschappij als laag opgeleid. Ja. Ik haat het woord, dat dus ook een rol speelt. Dus ook echt daadwerkelijk liegen over wat voor opleiding je doet. En de dingen die hier worden gezegd speelt ook allemaal gewoon een grote rol bij het mbo. Dat studenten vooralsnog worden gezien als mbo-studenten vooralsnog worden gezien als minder waardig. Daarom ook soms best wel lastig vinden om die keuze überhaupt te maken om naar het mbo te gaan. Waardoor sommige leerlingen dan nog op de middelbare school ervoor kiezen voor de HAVO, zodat ze niet meer hoeven geassocieerd te worden met het woord mbo-student. Dankjewel. Iemand nog een prangende vraag of opmerking? Kijk, die mevrouw, kunnen we daar naartoe, Lola? Ja? Oké. Ja, wat ik ben ik te horen? Ja. Ik moet steeds aan een student denken uit Rotterdam die de PABO deed. En haar moeder werd ziek in het derde jaar en die overleed in het vierde jaar. En ze heeft ook tegen niemand gezegd dat ze daar nog 3 jaar geleend heeft. Omdat ze financieel het niet meer rond kon breien en ook een veel te dure woning ging huren. Ze was in beeld geweest bij de student-decaan, maar dus al 3, 4 jaar niet meer naar school gegaan.
En dat vond ik wel heel interessant. Dat denk ik van, waar kan je dan terecht met je problemen? Ze hadden wel de gemeente ook gebeld. En die zei, nee, je moet studeren, je krijgt geen uitkering. Terwijl ze psychisch gewoon helemaal in de knoop zat. Dus dat mis ik nog een beetje hier in dit in deze context. Want ze was wel pretent student. Ja, nou, heel fijn dat u die ervaring ook nog even aanvult. Ja, er zijn zoveel verhalen en ervaringen. En de een is het 2 maanden, de ander is het jarenlang. Vaak door omstandigheden in de naaste omgeving, vaak door angst geregeerd. En ik hoop dat we vanavond in ieder geval met een aantal kleine stapjes zijn gekomen richting iets van een oplossing voor deze groep studenten. En vooral als ze mee hebben gekeken, hoop ik dat ze hier wat aan hebben gehad. Ben jij een collega van Job? Jij, ja. Vriend van Job, ja. Wat? Ja, nou kijk, zie je, kijk, daar wilde ik mee eindigen. Hoe vind je dat hij het heeft gedaan vanavond? Lieve Job. Ik vind dat Job het heel goed heeft gedaan. Ja. Ik vind het vooral bijzonder dat Job nu zijn verhaal kan inzetten ten goede. En ik denk dat je daar ook wel mee worstelt om niet het zoveelste verhaal te zijn waarbij de nadruk ligt op, maar ik ben een succes geworden. Ja. Dat je heel erg probeert om een soort van stay with the trouble daarop te focussen. En dat moeilijk is, want ik denk dat iedereen de hele tijd naar het happy end toe wil. Mm-hmm. En, maar hij heeft dus ook tegen jou gelogen? Ja. Ja. Maar ik was zo erg... Hoe gaat het met jou? Met mij? Ja, ik ben er over. Nou, wat interessant is, het gaat natuurlijk allemaal over adolescenten grotendeels. Tussen de 18 en de 25. En ik heb het idee, volgens mij zit dat ook dan in je hersenen gewoon... Die zijn zich aan het ontwikkelen. Iedereen is ook zo met zichzelf bezig. En alle problemen leken voor mij althans, en voor Job denk ik ook, toen we 20 waren, zo groot. Dat als je inderdaad zou stoppen met dat hele abstracte concept studeren, er was niets daarbuiten. Yeah. En later kijk je natuurlijk terug en dan denk je, nou ja, daarna ben ik ook een keer, enorme werkproblemen, je komt zonder geld te zitten. Dan heb je zoveel meer nuance, het kan daarna nog zo erg misgaan. ja, maar daarom zou ik tegen studenten, dat ik vroeg me dus af van studenten-decaan, dat je zegt van, er gaat dus niets mis als je stopt. Dan ga je bij een snackbar werken, dan krabbel je op. Er is heel veel bij. We zijn maar een soort circus aan het doen hier. En daar is de uitgang. En het is helemaal niet erg om daarheen te gaan. Job, kom er even bij staan. Oh, ja. Ik ga jou zo het laatste woord geven, ga ik gewoon doen. Maar ik wil eerst jullie bedanken voor jullie komst. De mensen thuis die mee hebben gekeken, bedanken dat ze hebben ingetuned bij de livestream. En al mijn gasten die hier aan tafel hebben gesproken, dank voor jullie komst en jullie bijdrage. En alle ervaringen die zijn gedeeld en de vragen die zijn gesteld. Dus namens de Bali en Ergan heel erg veel dank. En jij een bijzonder veel dank, Job. Ik vond het heel bijzonder dat je hier was en dat je je verhaal hebt gedeeld. En dus ik vind dat jij het laatste woord mag. En daarna mag je dus iedereen naar de borrel toe praten. Nou, dat kan ik. Ja. In reactie op verschillende dingen die nog waren gezegd... over bijvoorbeeld dat een kleine studie ook benauwend is... en dat het fijn is als een studiecoördinator niet elke keer aan je vraagt. Ik denk dat het goed is om even een nuance te maken tussen langstudeerders en pretend studenten. En ik denk dat inderdaad voor langstudeerders fijn is van, ja, ik weet dat ik lang studeer en mijn omgeving weet dat ook, laat me even, het komt wel goed. En ik zit eigenlijk gewoon helemaal gevangen en niemand weet dat. En door een wat fijnmaziger of een kleinschaliger organisatie word ik misschien gered, want ik weet zelf nog niet hoe ik het moet doen. En ik denk dat onderscheid wel belangrijk is om te maken. En waar kan je het daar nou beter over hebben dan aan in de bar? Dus. Dank jullie wel. Heel erg goed, dank je wel.